Zo, goedenavond. Dat legt de lat hoog, hè? Kijken hoeveel u wilt betalen voor vanavond. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet dat dat aan mij gaat liggen. We hebben een ontzettend goede sprekers voor vanavond. Ik ben de moderator, Suzanne Hering. En we gaan het hebben in de serie Wij bouwen de stad. Kijk, dat ziet u. Out of the box wonen. Het gaat over woonconcepten. Woonconcepten van de toekomst. Hoe gaan we die voor elkaar krijgen? En deze serie Wij bouwen de stad vragen we uit allerlei hoeken en gaten. Architecten, ontwerpers, adviseurs, innovators. Hoe zij dat samen met ons gaan doen. Wat is onze rol ook hier nog in? Daar gaan we het ook over hebben. Want er moet veel en vooral ook duurzaam gebouwd worden. En duurzaam betekent ook passend bouwen. Dus dat iedereen in deze stad past. Want we willen inclusieve stad. Hè? Dus voor de jongeren die willen emanciperen in de stad. Voor de statushouders die willen integreren en een nieuw leven willen opbouwen in de stad. Van de gezinnen die we in de stad willen houden. Want die gaan nu massaal vertrekken. Dat willen we niet. Van de lege nesters die weer terug willen in de stad. En de ouderen die de stad nodig hebben als zorg, sociaal netwerk en tegen de eenzaamheid werkt het ook heel goed. Dat soort woonconcepten zijn we naar op zoek. Het is soms zo oud als de weg naar Rome, soms heel nieuw. De woonconcepten zijn er heel veel. De innovaties zijn er ook heel veel. En hoewel ik al ongeveer 25 jaar voor AT5 werk voor de stad, heb ik nu het idee dat het echt wel heel hard gaat met die innovaties en technologie. Het gaat me een beetje af en toe boven de pet. Ik woon nog in de box, als het ware. Een heel gewoon oud appartementje. Heel eenvoudig, vorige eeuw in elkaar gezet. Dat voldoet nog steeds. Maar wie woont er out of the box van jullie? Wie woont er al in een woonconcept dat je denkt, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Deel dat met ons. Wie woont er out of the box? Of moeten we nu aan Monty Python denken? Kent u die sketch? Oké, maar daar gaan we niet over hebben. A box luxury. Maar wie woont er out of the box? Wie woont er in een bijzonder woonconcept? Ja, jij wel, hè? Eindelijk is iemand die dat doet. Vertel, hoe bijzonder is dat? Nou, ik woon in een boot uit 1895, is wel bijzonder. Ja. Ja. En geen concept dat u ook nog functies deelt? Of dat u nog... Ja, er is een hele prettige sociale controle in zo'n... ik noem het altijd een kruising tussen een camping en een woonwagenkamp. Dat, ja. En waar ligt die boot? In Schellingwoude. Dus het is ook een soort dorpje? Ja, ja, dat is het zeker. Ja. En daar doe je ook je best voor? Ja, omdat je als je elkaar nodig hebt, dat is denk ik heel belangrijk in een stad. Als je elkaar nodig hebt, dan zoek je elkaar op en dan bedenk je samen oplossingen. Ja. Dus dan maak je samen een woonconcept als het ware. Daar hebben we niet eens een architect voor nodig, gewoon een mooie ark uit de vorige eeuw. Nou, en we hebben nog meer mensen die iets kwijt willen en die denken, oh, ik zit echt op een enorme hete kool, want ik wil het nu al kwijt, want ik heb zo'n waanzinnig goed woonconcept. Want dan is dat eruit en dan kunt u ook wat rustiger weer, wat relaxer zitten. Nee? Wat zijn jullie verwachtingen van vanavond? Willen jullie overstelpt worden of willen jullie meepraten? Dan passen we het programma gewoon aan. Nee? Gewoon? Nou, u zult overstelpt worden en meepraten, beide. Want we dachten met de programmamakers, we doen is het getal 7. We hebben 7 sprekers die in 7 minuten gaan praten. Want in 7 dagen werd de aarde geschapen. Rome werd gebouwd op... 7 heuvels. 7 heuvels, heel goed. Er waren 7 plagen. 7 is het getal van de heelheid. Dus aan het eind van de avond zijn we allemaal heel. Dan praten we nog even na en dan gaan we out of the box aan de bar nog eens even napraten. Zo gaan we het doen. Hebben we er zin in? Ja, heel goed. Nou, dan ga ik eens even de volgende pagina. Oh ja, we beginnen natuurlijk met de voeten in de aarde, terugkijkend naar... Want heel vaak heb je van die woonconcepten dat je denkt, huh, hebben we dat niet eerder gezien? Of hoe zit dat nou precies? Ze beginnen met de voeten in de aarde in de 20e eeuw. Petra Brouwer, waarmee ze, hoogleraar architectuurgeschiedenis, kom naar voren. Want jij gaat ons vertellen over Ebenezer Howard, over Jane Jacobs en over Le Corbusier... En je begint in de 20e eeuw en je laat ons even zien wat nou die basis van die woonconcepten van nu is. Toch? Ja. Heel goed. Een applausje voor Petra Brouwer, de eerste van de 7 sprekers. Wil je deze? Deze doet het in ieder geval. Wil je deze hebben? En het groene knopje. Kijk. Ja. Heel goed. Oké, laten we het zo gaan doen. Ja. Nou, ik weet niet of het met de voeten in de aarde is, want eigenlijk zijn dit allemaal heel bijna utopische, historische toekomstvisies. Ik geef eigenlijk 3 visies van zeg maar de bekende grote namen uit de geschiedenis van de moderne stedenbouw. En die zijn de eerste 2 komen eigenlijk voort uit die enorme boomtown van de 19e eeuw. De paniek van die exploderende stad, overvol, ook overvol met arme mensen, slums. En daar komt het eerste concept uit voort van Ebenezer Howard, de bedenker van de Garden City, de tuinstad.
Zoals jullie... zit er ook een pointer? Nee, hoeft ook niet. Heb ik helemaal geen tijd voor om iets aan te wijzen. Je ziet hier dat het een heel systeem is van garden cities. Dus elke cirkel is een garden city. En dit is dus buiten de bestaande stad geplaatst. Dus het vernieuwende concept bevindt zich buiten op het goedkope platteland. Daar kun je goedkoop grond kopen. En dat moeten iets van 4 filantropische heren zijn. Die schieten het geld voor. En dan kan zich daar een gemeenschap vormen van maximaal 32.000 mensen. Is die stad vol, dan komt de volgende stad daaraan. Dat gebeurde eigenlijk, Howard heeft het idee in 1898, dat gebeurde eigenlijk ook al volop in het begin van de 20e eeuw met de metro en de bussen en de trams. Dus uit die stad die overvol is. En het vernieuwende wonen vond plaats op het platteland. Zo ook bij Howard, maar een veel radicalere visie. Hij wilde dat alle grondopbrengsten, dus alle bewoners kochten zich in. En alle grondopbrengsten van de stijgende prijzen, hè, omdat agrarisch land stad wordt, komt allemaal ten goede aan een gemeenschappelijk gemeentefonds. En daar worden alle publieke voorzieningen van betaald. Je ziet hier een segment van die Garden City. En het is een compleet concept van een ideale samenleving, waar ook bijvoorbeeld het platteland heel sterk bij betrokken is. Dus boeren kunnen direct aan de stad leveren, dus juist productielijnen kort houden. Dat was in de tijd van Howard al een enorm probleem, die afstanden. Huizen met tuinen, ook zelfvoorzienend. En het was allemaal bottom-up. Dus hij zat heel erg in de hoek van het anarchisme. Maar het kon ook kapitalistisch zijn, zolang mensen zichzelf maar organiseerden. Dus ook zelfstandig zelf die publieke voorzieningen financierden. De eerste tuinstad die eigenlijk volgens dat ideaal gerealiseerd is, min of meer, is Letchworth in de buurt van Londen. Eigenlijk in die zin heel mainstream, omdat het echt suburbia is, goed ontworpen door Unwin en Parker. Tussen al die mainstream cottages zat toch ook wel een radicaal plan. En dat was voor corporate houses, wat zich als super vernieuwend, communitair en feministisch presenteerde. Dus hier heb je allemaal woningen zonder keuken. En je ziet dat hier een galerij loopt. En via die galerij kwam je uit op de gemeenschappelijke dining room. En in die tijd zijn eigenlijk al die gemeenschappelijke voorzieningen die er zijn, zitten altijd in het gemeenschappelijk eten en wasvoorzieningen. En bijvoorbeeld ook ruimtes waar je gewoon dingen samen kunt doen. En hier heb je een afbeelding van die dining room. Gerealiseerd en te bewonderen in Letchworth. De tweede radicale visie, ook buiten de stad of op de bestaande stad, maar die was dan eerst gesloopt. Dat is Le Corbusier met La Ville Radieuse uit de jaren 30. Ook weer een compleet samenlevingsmodel, maar compleet top-down. Dus er was totaal centrale regie in een hele geleden stad, volgens de principes van de functiescheiding. En eigenlijk was zijn ideaal in het model was de ocean liner, waar je eigenlijk maar een hele kleine cabine hebt. Dat is je wooncel en alle voorzieningen zijn daaromheen collectief. Dus hij kent al die mensen. Elke bewoner heeft in principe 14 vierkante meter tot zijn beschikking. Jullie zien hier het rekenmodel rechts. En dat zijn soundproofed cells. Dus je bent daar compleet afgescheiden van het collectief. Dat is je privacy. Je hebt niet meer dan 14 vierkante meter nodig, want furniture, dat is ouderwets bourgeois 19e eeuw. Je hebt equipment, hè, dat is licht alsof je een beetje kampeert in eigen huis. Omdat Le Corbusier voor het reorganisatie van het huishouden staat en sowieso voor reorganisatie van werk. Want zijn verwachting is dat door toenemende industrie de werkweek nog maximaal 5 of 7 uur is. Iedereen woont in 50 meter hoge flats het verkeer is opgetild, 1 laag. Dus het hele grondoppervlak, en dat heeft hij berekend, 86,6% is groen en is ter beschikking van de wandelaar. Dat groen wordt ook allemaal bestemd, Le Corbusier was geobsedeerd door sport. Sport was niet iets consumptiefs, maar iedereen moest de luxe hebben om te sporten. Dus al dat groen was bestemd als sportgrounds. Dit zijn afbeeldingen uit die Ville Radieuse. Zoals ik al zei, dat verkeer is opgetild, waardoor dus dat groen voor iedereen openbaar toegankelijk is.
En hier zie je eigenlijk die verkeerssystematiek waarbij het verkeer dus één hoog loopt, maar ook je hebt dus ook straten binnen al die hele hoge woonblokken, die voor de toevoer van goederen en mensen zorgt. Hier zie je het systeem. Je ziet eigenlijk de uitleg van het verkeerssysteem. Dus dit zijn zijn eigenlijk de parkeervoorzieningen en ook die kleine blokjes. Daar komt ook alle toevoer van de trucks naartoe. Dus alle goederen worden daar gelost. En daar heb je meteen een enorme bevoorrading van de winkels, van de restaurants, van centrale keukens. Ook allerlei liften naar de individuele appartementen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Die 14 vierkante meter per persoon, die gaat dus gepaard met een enorm voorzieningenniveau. Dus je hebt een bezorgservice die dus al die blokken voorziet. Je krijgt catering die vanuit die keukens naar de flats kan. Op die eerste voorzieningenlaag bevinden zich ook gewoon alle opslag van goederen. Vriezers, dus niemand had een individuele koelkast nodig. Je moet dus de hele tijd die boot, die enorme ocean liner, voor ogen zien. Restaurants, iedereen kon ook gewoon in restaurants eten, want dat deden rijken ook. Wasserijen, schoonmaakservice en het daklandschap was helemaal voorzien van zwembaden, stranden, et cetera. Dit is in 1935, maar hij denkt daar eigenlijk al over na vanaf de jaren 20. En dit is dus volkomen functiescheiding. Hè? Dus kinderopvang en scholen zat in het groen. En zij konden daar over overdekte corridors konden ze daar naartoe lopen. Dus ook delen van de loopwegen waren overdekt. Het laatste voorbeeld, en dat is wel belangrijk, is niet uit de stad, maar juist in de stad. En wat de radicaliteit van Jacobs was dat zij zich zowel tegen Howard als Le Corbusier afzetten en ook geen vernieuwend concept bedacht, maar juist al die vernieuwing, zogenaamde vernieuwing, achter zich liet en zei, kijk naar wat wij hebben. En iedereen denkt dat dit niet functioneert, maar de bestaande stad functioneert heel goed en bestudeer die bestaande stad in plaats van allerlei rare nieuwe concepten te bedenken. Dat was eigenlijk de hoofdgedachte van Death and Life of Great American Cities. En zij verzetten zich dus tegen dit soort enorme plannen die de Village in New York zouden vernietigen. En in de ogen van planners was dit dus alles wat niet functioneerde. Terwijl zij juist heel precies empirisch bestudeerden waarom het wel functioneerde. En kort samengevat, op basis van al die waarnemingen heeft ze, dat is hier leuk samengevat, 4 heel belangrijke principes op basis van die bestaande stad geformuleerd. 1 is hoge dichtheid is noodzakelijk, die was bij Howard bijvoorbeeld niet te vinden, maar voor gemengde en collectieve voorzieningen heb je hoge dichtheid nodig. 2 mixed uses, dus functiemenging. Het derde principe, oude gebouwen. Je hebt dus afwisseling in leeftijd van gebouwen nodig. Dat is een ingrediënt voor succes. En het vierde, een heel belangrijk principe, korte straten. Omdat je hoe meer hoeken en hoe sneller je kunt in zo'n soort fijnmazig netwerk je kunt voortbewegen, hoe hoogwaardiger het voorzieningenniveau, hoe levensvatbaarder het voorzieningenniveau. Dus geen collectieve voorzieningen eigenlijk, maar wel een heel precieze gedachte over hoe je een hoogwaardig voorzieningenniveau in die bestaande omgeving levend houdt. Dat was mijn bijdrage. Binnen de tijd, Petra. Petra is ook een beetje mijn co-referent. Dus aan het eind van de avond zullen we samen even de woonconcepten doornemen en kijken of het heel vernieuwend is. Zijn er mensen die vragen hebben? De tijdsperk is gevraagd. Nog wat vragen naar aanleiding van deze presentatie? Is alles duidelijk? Allemaal helemaal duidelijk. Mooi ook dat bottom-up en top-down en wat dan en dit dan. Is dat Jane Jacobs, is dat ook echt, hoe zag zij de rol van de burgers in het maken van die bestaande stad? Ja, die burger stond eigenlijk heel centraal, dus ze was heel erg eigenlijk tegen professionele planners. Dus dat was het dappere eigenlijk, hè. 1961, echt fulminerend tegen coryfeeën als Howard en Le Corbusier. En ook heel kapitalistisch, hè. Ze is echt Amerikaans. Dus zij laat eigenlijk overal zien dat ook zelfs in Amerika heb je ook wel top-down in gemeentelijke financiering. Haar grote
tegenstander was natuurlijk Robert Moses, die in New York al die snelwegen en parken en zo aanlegde. Zij liet juist zien dat gewoon privékapitaal, als het maar gewoon de goede kaders heeft, prima zelfstandig functioneert. Ja. En het enige waar die overheid eigenlijk voor nodig is, is dat je zorgt voor het behoud van diversiteit en dat je dus niet publieke voorzieningen eruit trekt. En sociale woningbouw, dat kennen ze natuurlijk op zich. Want was het wel arm en rijk door elkaar heen? Was ze daar ook voor? Daar was ze zeker voor. En ze was dus ook heel erg tegen die sociale woningbouw. De project, zoals die in New York werden gebouwd. Dus, dus ook die oude gebouwen, die mechanismen zijn vandaag de dag natuurlijk anders. Maar in principe zijn die goedkope oude gebouwen dus ook juist goed voor mensen met een krappe beurs. Ja, woon ik ook in een goedkoop oud gebouw. Out of the in the box. Dankjewel, ik zie jou zo weer. Nu de architecten, Jannie Vinken, kom naar voren. Anna Architect, zij ontwerpen niet alleen hele leuke dingen, maar doen ook onderzoek. Samen met BPD hebben jullie onderzoek gedaan naar gezinnen. Dat heb ik ook nog genoemd. En gezinnen vertrekken toch vrij massaal die stad uit, lijkt het, hè? Ja, gezinsappartementen. Dus echt gestapelde woningen voor gezinnen in de stad. Ja. In de stad, dat is het idee. Jullie hebben toen ook projecten in Amsterdam voor het Vier Winden verhaal. Dat is ook echt over bottom-up. Dat zijn mensen die dus bewoners helpen om zelf te ontwikkelen. Ja, dat zijn mede-opdrachtgevers of CPO-achtige projecten, ja. Is dat ook een trend? Zou je dat ook een woonconcept kunnen noemen? Nou, ik denk het zeker. Ja, 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 er zijn heel veel mensen die dat heel aantrekkelijk vinden. Ja, ja. Nou, nu ga je 7 minuten pas in, hoor. Oh. Ja. Gestapelde gezinsbouw door Anna Jannie Vinken van Anna Architect. Ja, applaus. Bemoedigend applaus voor. Ja, dat is het groene knopje moet hebben. Ja, dat is ja, we hebben dus samen met BPD een onderzoek gedaan naar gezinsappartementen, gestapelde woningen in de stad. We zijn ook bezig nu met een project waarin we die kennis uit dat onderzoek toepassen in een project in Delft. Dus dat komt op het eind. Aanleiding was een prijsvraag waar we samen aan hebben deelgenomen. Dit was het plaatje wat we daarvoor hebben ingediend. En misschien eerst heel even iets over de noodzaak om hierover na te denken. Dit is wel een algemene beeld wat mensen hebben dat gezinnen de stad verlaten. Als je kijkt zeg maar, naar de prognoses over hoe de stad zich gaat ontwikkelen, dan zie je dus dat juist in de komende tijd, en eigenlijk ook al nu, het aantal gezinnen heel erg gaat toenemen. Dit gaat over de kinderen. Dus het aantal kinderen wat in de grote steden en in de middelgrote steden verwacht wordt. Dus ook getalsmatig is er gewoon een hele grote opgave om na te denken over hoe gezinnen goed in de stad kunnen wonen. Nou ja, gezin, wat is dat gezin? Er is natuurlijk niet zoiets als het gezin, hè? Zeker niet meer nu. Er zijn heel veel verschillende soorten gezinnen. Gezinnen hebben natuurlijk verschillende levensfases. Hè? Dus een beginnend gezin met kleine kinderen heeft hele andere eisen aan de woning dan een gezin met oudere kinderen, of waar kinderen de deur al bijna uit zijn. Maar er zijn ook allerlei nieuwe vormen van samengestelde gezinnen bijvoorbeeld, of gezinnen waar kinderen het ene deel van de week wel wonen, het andere deel van de week niet. Dat is wel belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden, dat die verschillende gezinnen ook verschillende wensen met zich meebrengen. Als een van de startpunten van die studie hebben we nagedacht over wat zijn nou eigenlijk de aspecten waar je iets over zou moeten zeggen. Waar zou zo'n gezinsappartement een antwoord op moeten bieden? Welk programma van eisen zou je daarvoor kunnen formuleren? Daar hebben we ook allerlei workshops bij BPD intern ook voor georganiseerd om dat samen te bepalen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel aspecten, hè, dus het binnenkomen, hoe de ruimte is ingedeeld, ook de leefruimte is ingedeeld, hoe je logeren organiseert, hoe je met feestjes omgaat, hoeveel privacy je als individu in de woning hebt, hoe je met bergruimte omgaat natuurlijk en de buitenruimte. Even een paar illustraties van gezinnen die we gesproken hebben ook om aan te geven waar lopen gezinnen nou eigenlijk tegenaan als ze in de stad wonen. Het binnenkomen bijvoorbeeld, hè, dus wat kom je allemaal tegen op je weg van buiten naar binnen? Waar laat je je spullen? Waar laat je je fiets? Waar laat je je tassen, je jassen? Heel veel appartementen die we gewend zijn te bouwen in de stad geven daar eigenlijk te weinig ruimte voor. Dit is dan weliswaar een oud appartement. Maar ook zeg maar de eigen plek in de woning. Dus kun je ook als een, hoe klein de plek ook is, toch ervoor zorgen dat elk individu in het gezin wel een eigen plek heeft waar die zich terug kan trekken en waar die zichzelf kan zijn. Als je het hebt over bouwen van appartementen in de stad, dan is eigenlijk wel een logische gedachte om ook na te denken over op slimme manieren met de ruimte omgaan. De ruimte in de stad is beperkt en ook betaalbaarheid is natuurlijk een heel belangrijk argument. Je kunt gewoon in de stad relatief minder makkelijk hele grote woningen bouwen voor een acceptabele prijs.
Dus ook daarvoor hebben we bedacht van ja, er zijn natuurlijk eigenlijk heel veel mogelijke middelen die je zou kunnen inzetten om de ruimte binnen een appartement slimmer te gebruiken. Dus bijvoorbeeld een kamer te creëren door een kast weg te schuiven. Voor een logé bijvoorbeeld. Of twee kinderslaapkamers in elkaar te schuiven, waardoor er ineens zeg maar in een veel beperktere ruimte toch twee plekken ontstaan. Slim omgaan met bergruimte, maar ook bijvoorbeeld de badkamer en het toilet. Zou je, als je stel je maakt een oversized toilet, hebben wij dat genoemd, dan je maakt het toilet net even iets groter, dan heb je gewoon een tweede badkamer eigenlijk. Met al die input hebben we een aantal prototypes uitgewerkt. We hebben daarbij dus gefocust op de woningplattegrond. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer dingen over te zeggen als je het hebt over appartementen voor gezinnen in de stad. Dan kun je natuurlijk, zou je ook na moeten denken over de buitenruimte, over de collectieve buitenruimte, maar ook over de woonomgeving. En ook de ruimte in het gebouw. In deze studie hebben we vooral gefocust op de woningen, de woningplattegrond. En we hebben een aantal prototypes waarbij ontwikkeld die allemaal even groot zijn. Dus ongeveer 100 vierkante meter. Waar we gekeken hebben van kun je daar een gezinswoning met drie volwaardige slaapkamers, slaapplekken maken en een logeerplek. Welke keuzes kun je dan maken? Wat voor kwaliteiten kun je dan toch nog realiseren? Dit hebben we de binnen-buitenwoning genoemd. Dus het is een woning die heel erg gericht is op de buitenruimte. Hij heeft dus twee buitenruimtes, een individuele buitenruimte aan de linkerkant en een collectieve buitenruimte aan de galerij aan de rechterkant. En verder een soort leefruimte die dan van de ene naar de andere plek meandert. En die ook een scheiding vormt zeg maar, tussen twee meer privézones in de woning. Een privézone met eigen badkamer voor de ouders en een privézone met twee kleine slaapkamertjes en een eigen badcel voor de kinderen. En ook nog een grote bergruimte. Dus dat is een mogelijke keuze die je zou kunnen maken. Deze woning heeft dus bijvoorbeeld geen aparte entreehal en geen aparte logeerkamer. Maar dat logeren is weer op een andere manier opgelost. Een ander voorbeeld, de hoekhalwoning. Dit is weer een voorbeeld waarbij we gezegd hebben van, nou ja, een van de aspecten die belangrijk is dat als je binnenkomt in de woning, dat je niet per se helemaal door dat privé domein heen hoeft te worstelen. Langs al die slaapkamers, bergingen, badkamer, waar het altijd een bende is. Maar dat je binnenkomt in de leefruimte van de woning. En kun je dan een afgescheiden ruimte maken waar zeg maar al die privévertrekken liggen. En als een soort buffer daartussen het oversized toilet, wat dus tevens de tweede badkamer is. En wat van pas komt op het moment dat je logees hebt of als je kinderen groter worden en allemaal tegelijk willen douchen. De slaaptrein. Dat is ook een heel interessant type, want deze woning is dus ook 100 vierkante meter, maar die heeft dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 slaapplekken. Dus in deze woning zeggen van, je zou er ook voor kunnen kiezen om juist heel veel slaapkamers te maken, maar wel allemaal heel klein en heel compact en heel slim opgelost. En daardoor ontstaat er eigenlijk een woning met nog steeds eigenlijk heel veel leefruimte, dus wel met een hele grote speelhal die gezamenlijk door de kinderen gebruikt kan worden. Ja. Je kan zo'n exercitie natuurlijk ook voor een kleinere woning doen. En dan kun je nog minder doen natuurlijk. Maar het gaat er vooral even om de vergelijking tussen de gezinswoning aan de rand van de stad en het appartement in de stad. En dan is 100 vierkante meter in vergelijking met een gezinswoning aan de rand van de stad eigenlijk helemaal niet zo groot. En het gaat er ook niet zozeer om de absolute grootte van de woning. Het gaat er ook om van wat voor keuzes kun je maken. Wat voor dingen zou je prioriteit kunnen geven in het benaderen van een appartement. In de plattegrond van het appartement. Dit is nog een ander type waarbij we gezegd hebben. Flexibiliteit is natuurlijk een hele belangrijke in een woning die compact is. Waarin je niet alles kunt doen wat je ook in een grote gezinswoning aan de stadsrand kunt doen. En zou je dan bijvoorbeeld dit hebben we de flexhalwoning genoemd, een ruimte kunnen maken, die centrale ruimte waar je ook binnenkomt, ik kan het allemaal niet echt aanwijzen, dus deze ruimte, die je op verschillende manieren kunt gebruiken, misschien ook in verschillende fases, levensfases van het gezin. Dus als plek voor de pubers, of als een logeerplek, of als een werkplek. Nou, we zijn nu bezig met een project in Delft, waarin we proberen al die kennis te vertalen naar een groter project, en eigenlijk wat interessant is, is dat we hier ook zeggen van je moet niet alleen naar die woningplattegrond kijken, maar je moet juist ook heel erg kijken naar wat bindt dat gebouw en wat heb je zeg maar ook
in het gebouw zelf en in de directe omgeving van zo'n gebouw nodig om het aantrekkelijk te maken voor gezinnen om te kiezen voor zo'n gebouw. Het is een gebouw wat vrij centraal in Delft ligt, vlakbij het station. We hebben wel gezegd, ja, je moet eigenlijk een grote bandbreedte aan woninggrootes maken om ook zeg maar verschillende type gezinnen daarin te kunnen huisvesten. Dus we maken gezinsappartementen van 76 tot 150 vierkante meter. En daarnaast zijn we dus heel druk bezig ook met het vormgeven aan die collectieve ruimte in het gebouw. Dus we maken hele brede speelgalerijen met glijbanen, die met glijbanen zijn verbonden. Een grote dak, voetbalkooi op het dak voor de wat oudere kinderen, zodat ze daar kunnen spelen en niet overlast zijn voor de rest van de gezinnen. Een gemeenschappelijk dek. Een ander heel belangrijk punt daarbij is natuurlijk ook waar laat je dan al die fietsen en die auto's en al dat soort dingen. Dus daar, nou, de fiets heeft duidelijk een hele belangrijke rol daarin, die krijgt voorrang, zeg maar. Het is wel tijd. Nou ja, dit is mijn laatste dia ook volgens mij. Hier komen eigenlijk al die dingen bij elkaar. Ja, dat krijg je een beetje. Ja, ik ben altijd de rechte vraag. Dat vraag ik me dan ook altijd af. Hè? Voor welke gezinnen is dit? Is het ook voor middelbedure huur, sociale huur? Kijk, in die studie, dat was nog heel theoretisch. Ja. Dat ging heel erg over van wat voor keuzes kun je maken, wat voor prioriteiten kun je stellen en hoe kun je omgaan met verschillende gezinstypen of verschillende wensen. En nu zijn we met een concreet project bezig en dan zeggen we ook van ja, je moet een brede bandbreedte aan groottes realiseren om. Ten eerste omdat er heel veel verschillende soorten gezinnen zijn, maar ook omdat je natuurlijk heel veel verschillende portemonnees wilt kunnen bedienen. Je wilt kunnen mixen. Ja, ja. En dat is ook waar je met BPD naar hebt gekeken, van hoe kun je dit voor gezinnen die minder geld te besteden hebben ook aantrekkelijk maken. Ja, 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 ja. Wie zit er nou heel te praten, joh? Geef niks hoor, maar deel het met ons. Oh, iedereen kijkt helemaal. Dat is een beetje, ik weet niet wie deed het. Zit hier wie? Ja, doe maar. Je had een vraag, hè, precies. Geef niks hoor, maar deel het met ons. Want het is best leuk om een beetje van gedachten te wisselen. Je hebt een vraag. Ja, hoeveel vierkante meters bespaar je gemiddeld met al jullie slimme concepten? Wat is zeg maar echt je per woning? Nou ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Oh, ik had nog één plaatje. Je kan eigenlijk niet echt zeggen dat je ruimte bespaart. Het is meer, we maken vooral de vergelijking met, zeg maar, heel veel gezinnen hebben het alternatief van een grote gezinswoning aan de stadsrand. Waar je voor de deur kunt parkeren, waar je een grote tuin hebt. Dan kun je iets verzinnen wat zeg maar voor die gezinnen die graag in de stad willen blijven, want die zijn er heel veel. Ja. Wat aantrekkelijk is, hè, dus wat voorziet in de wensen die ze hebben en de behoeftes die ze hebben. Maar wat ja, wel op een beperktere ruimte kan, waardoor het ook betaalbaarder is dan dat alternatief. Of misschien in ieder geval gelijkwaardig is. Hebben jullie onderzoek gedaan of mensen gezinnen hierop zitten te wachten? Nou, Oh, je pak even je microfoon trouwens. Dat vindt nu plaats. Oké, dus jullie hebben eerst de studie gedaan en toen... We hebben natuurlijk wel heel veel gezinnen gesproken. Maar nu heel concreet is BPD bezig met een onderzoek naar... Want ze zijn met nog een ander project ook bezig met dit idee in Rotterdam. Om te kijken hoe mensen hierop reageren. Of dit aansluit, zeg maar. Of dat we toch dingen anders moeten gaan doen. Ja, want de mensen die echt het tuintje voor en achter willen... die zullen toch altijd wel naar die laagbouw grondgebonden woningen dat gaan. Dat alternatief, hè? Dat blijft er natuurlijk. Ja, dat blijft altijd. Maar dit is echt voor de gezinnen die in die stad willen blijven. Ja. Zijn er mensen met een gezin waarvan je denkt, nou, dit zou ik echt nooit doen? Op 100 vierkante meter met 4, 5 kinderen. Vroeger groeiden we daarin op in dit soort appartementen. Hè? Nee? U zit op een hete kool. Ik voel het. Gooi het er maar uit. Nee, ja, ik... Ja. Sorry. Nee, maar zegt u maar. 100 vierkante meter tegen 7000 euro gemiddeld zit je op 7 ton. Daar kan je voor aan die rand van de stad prima huis kopen met een tuin. We hebben het net al gehad, hè, over de verschillende prijsklassen waarin dit gebouw in Delft wordt. Zijn de prijzen niet zo hoog, hoor. Nee, in Delft valt het reuze mee. Dan kun je ook kiezen voor minder vierkante meters. Ja, precies. Maar dit zal dan gestapeld worden, hè? Hoe hoog? Ja. Heb je ook gekeken hoe hoog dat kan? In Delft is die vrij hoog, hè, die toren? Nee, deze toren is iets van 8 lagen. Ja. Oh ja. Ja, nou ja, goed, de hoogte is niet een beperkende factor of zo. Nee, precies. Dus dat maakt verder niet uit. Kijk, voor zo'n gevoel van dat je samen in een soort van community van gezinnen woont, moet je natuurlijk niet te ver en te anoniem wonen. Maar dat gaat hier denk ik goed. Dus, in hoeverre is menging ook een aspect dat jullie... Is dat echt... Nou, daar geloof ik zeker ook in. Ja. Hè? Dus, en hier is de keuze ook vanwege de locatie die best ingewikkeld is.
Om heel specifiek juist op één groep in te zetten. En niet te veel ommenging. Juist niet? Nee. Nee. En welke groep wordt daar ingezet? Is nou, gezinnen. Dus. Ja, oh ja, precies. Dus maar, wel, maar ik bedoel menging in de zin van inkomensgroepen. Verschillende gezinnen met verschillende inkomens. Nou ja, op zich zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Maar bepaalde groepen kun je zeg maar met zo'n ontwikkeling niet bedienen. Nee. Dus we kunnen geen sociale huurwoningen maken hier, helaas. Dus helaas. Dat zou op zich ook heel misschien mooi zijn. Misschien zou dat de volgende stap kunnen zijn. Ja. Dankjewel, Jannie, voor nu. We praten hier zeker nog over door. Volgende, van de gezinnen naar de studenten en de starters. Joep Albers, kom naar voren. Jij bent beheerder, projectleider, woon- en beheerconcepten van de KEI. Dat is voor zo'n jonge leeftijd, is dat al een hele titel. Heb je dat op je kaartje staan? Volgens mij stond de projectleider woon- en beheerconcepten. Ja, projectleider woon- en beheerconcepten. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. De KEI, corporatie, Rieke Haven. Kent iedereen Rieke Haven? Ja, ja, nee. Wel wat, dat gaat u straks meer over horen. Van de gezinnen naar de mensen die gezin ooit worden, de starters en de status. Een paar al gezin zijn ondertussen, maar daar... Zijn er al gezinnen? Er zijn gezinnen gesticht in Rikkenhaven? Oh, in ieder geval kinderen. Ja, precies. Nou, succes. Applausje voor Joep, alvast. Om te beginnen dus, werkzaam bij de KEI. De KEI is een woningcorporatie in Amsterdam. Sinds een aantal jaar ook echt met een koers die gericht is op woonstarters. Vooral binnen de ring en een kilometer erbuiten. De komende jaren gaan we heel veel bouwen. Bijna 5000 woningen tot 2022. En ik ben zelf dus werkzaam binnen het programmateam Wonen en Beheerconcepten. En daar houden we ons dus bezig met de invulling van die nieuwbouwprojecten. We zijn in 2016 al gestart met een van die projecten, Startblok Riekerhaven. Ondertussen zijn we ook met een stuk meer dingen bezig, maar ik moet het in 7 minuten doen, dus ik hou het even hierbij. Waar ik even mee wil beginnen, is het gemengd wonen. Want even om voor jullie in een context te plaatsen, binnen de corporatiesector zie je best wel een trend voor de nieuwbouwprojecten die komen, dat aardig wat corporaties aan de slag gaan met het gemengd wonen. Omdat er de projecten die opgeleverd moeten worden, allemaal binnen de sociale woningvoorraad woning worden bijgebouwd. Er moeten heel veel kwetsbare mensen bij elkaar op een korte afstand van elkaar. En daar moet je iets mee. Dus alle corporaties denken ook naar van hoe moeten we hier nou mee aan de slag? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat dat complex, dat dat goed gaat functioneren. Dus op het moment dat je iemand spreekt van een woningcorporatie en die heeft het over een bijzonder woonproject of een vernieuwend woonconcept of over magic mix projecten of iets in die trant, dan gaat het over het algemeen over een gemengd wonen project. Dus dan weet u dat alvast. En dat gaat dus echt over een complex waar dus verschillende mensen en verschillende groepen binnen de sociale voorraad doelbewust samen worden wonen en ook met elkaar contact onderhouden. Dat is het doel. En vaak dus ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. Startblok Riekerhaven, dat is een voorbeeld van zo'n woonproject. Ik weet niet of jullie vroeger wel eens bij de studentenwoningen in de Houthavens zijn geweest. Dat is nu allemaal weg. En dat komt omdat dat nu op Riekerhaven staan. Dat zijn dus allemaal losstaande units. Vroeger heette dat containerwoningen. Ondertussen zijn in de nieuwe projecten die we bouwen, zijn die helemaal doorgeëvalueerd en zijn die ook een stuk nieuwer. Maar dit zijn een van de eerste versies van de containerwoningen. En die zijn een aantal jaren, hebben die op Houthavens gestaan. En die hebben we 2 jaar geleden, 2016, hebben die zo achter op de vrachtwagen geladen. En die hebben we naar Amsterdam, Nieuw-West, randje Zuid, verplaatst. En daar staan nu dus 565 woningen. Allemaal voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, op het moment dat ze het contract tekenen. Jongeren tekenen dus ook allemaal een contract voor 5 jaar, een tijdelijk contract. Dus het is best wel een dynamische woongemeenschap. En wat belangrijk is hier, is dat het een complex is voor jongeren vanuit Nederland en statushouders. Dus de helft is statushouder en de helft is Nederlander. Statushouders zijn trouwens dus vluchtelingen met de verblijfstatus. En wat we hier, misschien om hier maar even beginnen, voor jullie nog iets meer beeld over de woningen. Wij zijn niet zo in dit complex dat het heel divers is. Het is gewoon één ladebak, 25 vierkante meter, met een natte cel en een woonblokje of een keukenblokje. En dat ziet er een beetje zo uit. Zo kan je hem inrichten. Je hebt nog, als je een eenpersoonsbed hebt, heb je nog ruimte voor een extra tafeltje en een laptop erop. Als je een tweepersoonsbed neemt, wordt het wat krapper.
Maar vooral het doel van Riekerhaven, daar wil ik mee beginnen. Het is een heel, het is een complex met heel veel jonge mensen bij elkaar. Ook heel veel kwetsbare jonge mensen bij elkaar. Het zijn 250 mensen die al vanuit het buitenland hier naartoe gevlucht zijn. De Nederlandse jongeren die zijn officieel niet als kwetsbaar bestemd. Maar ja, het zijn natuurlijk wel allemaal jonge mensen die nog het nodige meemaken. Wat we hebben gezegd, we willen hier wat meer dan wonen als corporatie. We willen hier, wat we belangrijk vinden, is dat er een snellere integratie komt. Dat we jongeren met elkaar, elkaar gaan ontmoeten. Dat ze daardoor ook dus sneller gaan integreren en elkaar kunnen helpen te ontwikkelen. En dat ze met elkaar dus zorgen voor een goede start in Amsterdam. Dat waren de doelen. We hebben er ook een heel manifest omheen gebouwd. En dat is iets waar we iedereen die komt te wonen op Riekerhaven, die zegt dan ook van nou, ik onderschrijf dit manifest. En, kort, en dat gaat er heel erg in over. Dat mensen aangeven van oké, ik sta ervoor open om andere mensen te ontmoeten. Ik zet me in om eigenaar te worden van mijn woonomgeving. Dat soort dingen. En daar sturen we ook heel erg op. Dit zijn de pijlers. Die ga ik toelichten. Want wat ik eigenlijk wil, we hebben een aantal pijlers waar we echt op sturen. Waar we ook maar beperkt op kunnen sturen. Dus uiteindelijk moeten de mensen natuurlijk zelf doen. Ik begin even met de fysieke pijlers die we hebben. Dat zijn ontmoetingsruimtes. Mensen wonen dus op een relatief kleine ruimte. En daar moeten ze veel doen. Maar je nodigt dan niet zo snel je mensen of vrienden uit. Dus wat we hebben gedaan is dat we op elke gang die we hebben neergezet, hebben we geprobeerd een kleine community te bouwen. Het is best wel een groot project, 565 mensen. Dus elke gang van 25 mensen heeft zijn eigen woonkamer. En die hebben we zo ingericht dat we hebben hem vrijgelaten. We hebben mensen budget gegeven om dit gewoon met elkaar te gaan inrichten. En dan zie je dus dat de ene woonkamer hartstikke mooi ingericht wordt tussen mensen en veel gebruikt wordt. En de andere woonkamer een beetje erbij staat zoals dit. Maar dat moet je ook eigenlijk aan de mensen laten dan. Wat we ook hebben, we hebben gezegd, we willen op gangniveau willen we een community proberen te bouwen en daarvoor de ruimte bieden. Maar we zeggen ook op complex niveau is het ook belangrijk dat mensen ook buiten hun gangen elkaar kunnen ontmoeten. En daarom hebben we ook een clubhuis gericht, een wat grotere ruimte waar mensen gewoon gebruik van kunnen maken, activiteiten kunnen ontplooien. Een aantal foto's nog. En buitenruimte uiteraard redelijk belangrijk als het mooi weer is. Dat je ook met je vrienden kan gaan sporten of gaan picknicken of iets in de richting. Dat was de eerste pijler. Dus ontmoetingsruimtes zijn superbelangrijk. Wat we daarnaast bij dit project als heel relevant hebben ingezet, is de selectie en introductie. Dus alle statushouders, daar konden we niet zo sterk in selecteren, omdat we die gewoon vanuit het COA krijgen aangeleverd. Maar de Nederlandse jongeren, die moesten een heel selectieproces doorlopen. Dus je kan alleen op Riekerhaven komen wonen als je aangeeft gemotiveerd te zijn. Dus je moet naar de informatiebijeenkomst komen, moet je een sollicitatieproces doorlopen. Die wordt allemaal beoordeeld. Als dat allemaal goedgekeurd is, dan mag je er komen wonen. Dus zo hopen we in ieder geval aan het begin, aan de poort, een selectie te doen. Waardoor mensen ook zeggen, mensen die er komen wonen ook zeggen, oké, ik wil hier graag wonen. Ik weet in wat voor project ik kom te wonen. Ik weet in wat voor situatie ik kom. En ik wil me ook graag inzetten om hier ook echt iets van te maken. Dat is wat mensen vooraf moeten laten zien. Het zegt ook niet dat iedereen uiteindelijk dat ook echt doet. Dat is moeilijk op te sturen. Maar dit proberen we een hele hoop af te vangen. En door een selectieprocedure te doen. En ook zorgen voor een introductiebijeenkomst. Dus iedereen die er komt te wonen, eerste dag dat je komt te wonen, is meteen sleuteluitgifte. Hele dag aan de slag met de mensen die bij je op de gang wonen. Hele dag aan de slag met mensen die op blokniveau wonen. En op die manier proberen we dus vanaf het eerste moment al helder te krijgen wie je buren zijn. En ervoor te zorgen dat mensen dus op het moment dat ze de eerste nacht daar slapen en ze missen iets in hun woonkamer, als de elektriciteit uitvalt bijvoorbeeld, dat ze een kaarsje kunnen vragen bij hun buren. En ook dat ze wat licht hebben of dat je je eten of wat drinken kan delen. Of in ieder geval vanaf het moment dat je er woont, dat je contact hebt met je buren. Dat is de tweede pijler, dus selectie en motivatie. Ik zie jou 1 minuut nog, en dan ga ik hem heel snel door. We hebben nog tweetal pijlers. Eentje is, we willen bewoners heel actief betrekken bij het beheer van het project. Dus dat noemen we zelfbeheer. Dus we hebben mensen die ondersteunen in het onderhoud, sociaal beheer, administratief beheer met verhuur. Dus waardoor we
alle activiteiten die gedaan moeten worden, zetten we dicht bij de bewoners. En dan zorgen we ervoor dat dat ook weer een manier is waardoor mensen kunnen communiceren. Daarnaast hebben we allerlei sociale activiteiten. Dus we hebben een stichting opgericht. En met die stichting organiseren we yoga, muziekavonden, hele festivals worden gedaan. En dat wordt dus echt allemaal door de bewoners gedaan. En we zien dat ongeveer 10% van de mensen ik denk dat 10% echt wel wekelijks actief is. En een groot gedeelte af en toe aanhaakt. Een groot gedeelte ook uiteindelijk niks doet, maar dat is nog iets om aan te werken. Ik ga hem nu afsluiten, dit is mijn laatste sheet. Ik wil toch nog even. Als ik wat meer tijd heb, kan ik heel uitgebreid vertellen. En dan lijkt het soms ook wat rooskleurig. We zitten wel met wat uitdagingen. Eén is dat we, wat ik al zei, er zit echt een hoge concentratie van kwetsbare jongeren. Dat is in het begin. Weten we dat, maar nu na 2 jaar komen er ook wat meer dingen naar boven. Meer mensen met trauma's die te verwerken zijn. Moeten we echt iets aan doen. Een tweede is verandering van doelgroep. Ik zei het net al even, het zijn allemaal zelfstandige woningen, maar ondertussen wonen er af en toe ook wat kinderen op het complex. Omdat als je veel jonge mensen bij elkaar zet, dan gebeuren dat soort dingen. Dus we hebben nu 15 kinderen daar wonen en dat is best wel een probleem, omdat het veel overlast veroorzaakt. Dus we moeten nu naar kijken of we daar een aparte vleugel voor kunnen inrichten. Maar je wil ook niet de mensen te makkelijk een nieuwe woning geven buiten het complex, want dat geeft ook weer stiekem dat kan een perverse prikkel geven om dan weer kinderen te gaan krijgen. Als je een kind krijgt, krijg je een grotere woning. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus dit is iets waar we mee te maken hebben. 30 seconden nog. Ja. En dan de laatste twee. Dynamiek voor jongeren is echt een uitdaging. We selecteren motivatie, maar nu zijn we 2 jaar verder. En nu hebben bijna alle jongeren zijn ergens anders in hun levensfase aanbeland. En zijn hun hele motivatie vergeten. Of ze hebben echt een andere focus. Dus daar moeten we iets mee. Dus hoe hou je dus de mensen actief? En de laatste is meer een vraagstuk voor onze organisatie. We willen veel in het zelfbeheer uitgeven. En dat is echt wel een beetje een spanningsveld tussen hoeveel. Hoeveel controle wil je houden, hoeveel trek je naar je toe en hoeveel laat je ook fout gaan. En dat is iets waar we naar zoeken. En mocht u daar vragen over hebben, dan praat ik daar graag een keer uitgebreider verder over. Of ik beantwoord hem nu. Eerst een applaus voor Joep. Heel knap gedaan. En hier is al de eerste vraag, Joep. Ja, ik heb eigenlijk een aantal vragen die met elkaar verband houden. De eerste, wat is de huurprijs? De huurprijs is 4,24. Dus, okay. Zodat het ook voor de mensen onder de 23 exclusief, inclusief? Het is exclusief servicekosten, ja. Oké, dus er komt nog van alles bij. Oké, en wat zijn eigenlijk de productiekosten van zo'n containerwoning? Volgens mij zitten die op, deze stonden natuurlijk al, dus dat was nog wel wat verplaatst. Dat durf ik niet exact te zeggen, maar volgens mij zit je hier op 70, 80.000 voor de nieuwe per woning, ja. 70. Maar dat durf ik je niet helemaal zeker te zeggen. Ja. Laatste vraag. Al het goede komt in 3. Ja, ja. Zeker. En waarom een contract van 5 jaar? Omdat het is of je tekent een contract voor 5 jaar, of je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. En wij vinden het ook belangrijk dat we tijdelijk mensen die aan de start van hun wooncarrière staan een woonruimte kunnen bieden. En als je dat dus ook voor de volgende mensen wil gaan doen, dan betekent dus dat mensen na 5 jaar weer verder moeten verplaatsen en zich hopelijk dus voldoende ontwikkeld hebben om ook iets anders te kunnen vinden. Dus je wooncarrière kan maken. Ja. Dat 5-jaar contract, dat is eigenlijk met de corporaties en studenten afgesproken. Hè? Ja. Dat 5 jaar blijft. Anders krijg je van die mensen zoals ik die eindeloos in een studentenwoning blijven hangen. Ja, studenten krijgen een campuscontract. Dus dat is voor de duur van hun studie. Ja, precies. En, maar jongeren, als je een jongerencontract is 5 jaar. Ja. Petra, de co-referentin. Ik had een vraag over hoe die activiteiten of dat beheer en zo is georganiseerd. Worden mensen daarvoor, krijgen ze daarvoor betaald of korting op hun huur? Ja, ik kon dat net niet even kijken. Deze. Wat je ziet, dit is het beheerteam. Dus de bovenste, de blauwe, dat is de projectcoördinator, is in dienst bij de KEI. En dan zie je in het sociale beheer en het algemene beheer, die bovenste laag, die krijgen allemaal via het uitzendbureau gewoon per uur betaald. De onderste, de gangmakers, zijn een soort van gangoudsten. En die hebben een signaalfunctie, die krijgen een vrijwilligersvergoeding. Krijgen een vergoeding. Oké, hier was een vraag. Even John de Mol bellen, we hebben een nieuw format. Camera erop, wordt lachen.
Nee. Ik denk niet dat dat... Nou, ik denk dat het heel erg gewaardeerd wordt. Nee, wat ik even wel... Dit is wel een soort... Dit is op zich niet zo'n gekke vraag. Utopia, dat is op zich wel een mooi laboratorium volgens mij. Voor allerlei vormen van zelfbeheer. En ja. ook... daar komen we straks op met Anouk. Hè, verschillende vormen van functies en mengen door elkaar heen. En ook zelfbeheer, hoe dat werkt. En hier kun je dat testen. Wat ik ook wel interessant vond, is dat die motivatie verandert inderdaad. Als je twee jaar, je tweede of derde jaar, heb je helemaal geen zin meer daarin. Jullie gaan nu in Elsenhagen ook zo'n startblok beginnen. Ja. Nemen jullie die lessen natuurlijk allemaal mee? Hoe zijn er al? Ik weet dat nog in de kinderschoenen staat. Maar zijn er al lessen die jullie echt heel duidelijk meenemen? We nemen lessen mee. Motivatie bijvoorbeeld, dat weten we. Dat moeilijk is na verloop van tijd. En dat kun je dus na twee ook... jaar nog peilen of zo? Ja, we proberen dat elk kwartaal weer onder de aandacht te brengen. Van, hey, weet je nog. Maar het is wel, je kan mensen niet uit hun woning zetten. Nee. Ze hebben gewoon een contract voor 5 jaar. Dus als jij met hele mooie verhalen aankomt en na een tijdje denkt van... Dat kan altijd, maar dat risico loop je natuurlijk. Dus daar kan je niet zoveel aan doen. Ja, nee, precies. Hier is nog een vraag uit de zaal. Ja, zie jij het, ik zie het eigenlijk meer als een verblijfplaats dan als een woonplaats. De makker lijkt me ook juist dat het allemaal starters zijn. Ik ben een senior en ik zoek ook een kleinere woning. En ik wil daar wel 10 jaar gaan wonen. Ik moet zeggen, het heeft niks steady, heb ik het idee. Het is een nieuw wonen, hè, jongens. Maar dat is... Nou, voelen mensen zich als geworteld voor die 5 jaar in die woning? Ik denk dat het voor veel jonge mensen, dat 5 jaar best een lange tijd is. Ja. En niet voor allemaal, maar voor een groot gedeelte van de jonge mensen die vinden 5 jaar, die denken daar... Meer dan genoeg in de studentenkamer met een huiskamer en afwasbeurten die niet gedaan worden. Nog een paar vragen. Ja, het sluit een beetje op aan. Wat is het natuurlijk verloop eigenlijk? Hoe blijven alle mensen 5 jaar zitten? Want natuurlijk, als het zich een beetje ververst, dan krijg je natuurlijk ook elke keer nieuw bloed om weer die activiteit een beetje te vullen. Ja, we krijgen dus wel, het verloop is ongeveer 15% per jaar. Dus dan zit je op 70 woningen in het jaar die vrijkomen. Hoe zit dat, hè? Ja, ongeveer. Iets meer. Dus daar, bij die nieuwe mensen, daar proberen we wel, die proberen weer actief te krijgen. Maar het blijft een uitdaging, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Het is laatste twee vragen, hier achterin. Nee, voor mij is meer een opmerking over de ouderen en senioren. Er zijn juist heel veel projecten tegenwoordig die juist senioren samen inzetten met jongeren. Waar senioren juist een heel steady verblijfplaats krijgen. En de jongeren juist heel dynamischer zijn en die wel een 5 jaar contract hebben. Ja. Dat soort mengvormen zijn er inderdaad. Dat is ook hartstikke leuk, precies. Nou, hele goede opmerking. Volgens mij komen we daar misschien ook nog wel op. Hier nog een vraag. Ja, ik had eigenlijk een vraag over de relatie tussen de statushouders en de jongeren. Hoe is dat? Want er werd niet heel erg op ingegaan. En ik vroeg me af hoe dat ging. Nou, die relatie is eigenlijk best wel goed in grote lijnen. Want je hebt natuurlijk ook verschillende groepen statushouders, verschillende culturen. Maar juist ook omdat we heel sterk inzetten op een beheer door bewoners en door een stichting die daar zit van bewoners die allemaal sociale activiteiten doen. En die stichting en het beheer bestaat ook uit zowel Nederlandse jongeren als statushouders. Op die manier proberen we juist ook al die verbinding te leggen. En dat gaat redelijk goed. Ja, natuurlijk zijn er wel verhalen dat het af en toe goed misgaat. Dat hoef je aan de 5 nieuws even elk complex met 600 mensen gaan dingen mis. Ja, precies, daarom. Bij ons in Groningen ging het ook af en toe goed mis, kan ik je vertellen. Ja. Dankjewel Joep voor nu. Applausje nog voor Joep. En dan nu. Weer een vrouw, Anouk Roelofs van BPD. Zij gaat ons vertellen over een woon-en, een concept op Zeeburger Eiland. Wat ook heel leuk op AT5 Bouwwoonleef te zien is. Maar het is iemand die daar al toekomstig wil gaan ondernemen. Het zijn ondernemers, het is echt mengen tot aan de plint, hè, met functies en woningen. Anouk, heel veel plezier met je 7 minuten. Applausje voor Anouk en daar gaan we los. Ik moet eerst even kijken hoe deze werkt, want ik dacht dat als ik op het groene knopje drukte dat ik doorga. Ja, ik vertel jullie graag wat meer over ons concept woon-en. Het gaat over wonen en vooral meer. En het kan eigenlijk overal, maar het is hier om de hoek ontstaan op het Zeeburger Eiland. Vandaar dat ik hier begin met Zeeburger Eiland. En ik neem jullie graag even mee in de ontstaansgeschiedenis om te begrijpen waarom het zo gekomen is en waarom we het daar zo gaan doen. Dit is het plan van het Zeeburger Eiland. Wij zijn daar al sinds 2007-2008 mee bezig. En het doel was daar 2500 woningen te maken. Dat gaat er ook komen. De voorzieningen sport en educatie die zijn eigenlijk vanaf begin af aan goed geregeld. Veel scholen, veel sportvoorzieningen.
Maar hoe zit het met die commerciële voorzieningen? Ja, die moesten er ook komen. En daar is al in 2008 een plintenoverleg voor opgestart. En dan kwamen we allemaal voorbij elkaar. Maar in de crisis werd het allemaal weer losgelaten. En ging het opeens niet meer over de commerciële voorzieningen. En op een gegeven moment startten wij weer met het blok. En kregen wij een blok met een grote commerciële plint erin. En waren we eigenlijk nog de enige die commerciële voorzieningen moesten maken. En wat wij vooral niet wilden, was dit beeld. Dat er uiteindelijk een gebouw staat waar alleen maar te huur, te huur, te huur op de gevel staat. Dus zijn we gaan kijken, hoe gaat het met het wonen, werken, winkelen, de vrije tijd en de mobiliteit? Eigenlijk is het allemaal enorm aan het veranderen. En dat zie je dat door alle apps en platforms die daaronder staan, en het is maar een kleine greep, is er eigenlijk heel veel aan het veranderen en gaan we veel meer naar toegang tot dan het bezit van allerlei onderdelen. En dat zie je dus hier aan de rechterkant een klein staatje van het bedrijf WeWork, wat gaat over het delen van werkplekken en niet het hebben van een kantoor. Hoe hard die gestegen zijn de laatste jaren, en dit gaat nog niet eens tot 2019 door, maar dit gaat nog veel harder exponentieel doorgestegen. WeWork heeft ook ooit een onderzoekje gedaan naar waar hun werknemers zich nou verblijven gedurende de dag. Dan zie je dat we veel slapen en werken en ook wel wat thuis zijn. Maar als je doorkijkt naar het laatste plaatje in de maand, dan zie je dat het heel versnipperd is. En dat we eigenlijk maar heel weinig thuis zijn. Dus dat de behoefte van een groot huis en alles in het huis van jezelf hebben steeds kleiner wordt. En de toegang tot al die andere voorzieningen steeds belangrijker wordt en dus de wens is om die dichtbij te hebben en makkelijk bereikbaar. Waarom zijn wij dan naar dit concept gegaan? Nou ja, ten eerste omdat we dus de vraag zo enorm zien veranderen, maar ten tweede ook omdat we kijken naar, ja, wat wil je nou in je nieuwe stedenbouw? Je wil eigenlijk dat het allemaal sociaal interactief is, dat het dynamisch is, dat er reuring op straat is. En dat het duurzaam is. Dus ook niet meer dat iedereen alles maar zelf bezit en alles wat hij nodig heeft koopt. Maar, en daar staat het onderaan, dat we met elkaar gaan delen. En dat hebben wij in eerste instantie opgezet in het gebouwtje zoals je rechtsonder ziet. Dus we hebben appartementen waar je wat lichtgele vlekjes in ziet. Daar delen we met elkaar. We delen op het dak wat met elkaar. We delen allerlei functies in de plint. En we delen in de mobiliteit. En toen hebben we gelukkig een hele goede architect erbij gevraagd. Want toen zeiden we, ja, dat delen, zo'n gebouw, daar wil niemand in wonen. En hij zit hier in de zaal, Arnoud Geloof. En die heeft er ook nog een heel mooi gebouw van gemaakt. Waarbij we wel zijn blijven kijken naar wat moet er dan in die plint komen. Het gebouw bestaat eigenlijk uit 7 bouwblokken bij elkaar. Het zijn een aantal kleine, het zijn rijen woningen aan de zijkant. De kleine appartementenblokjes daar in het midden. En dan gaat het over de 3 hoofdgebouwen, waarin we in die hoofdgebouwen in de plint de deelfuncties hebben. En ik zal nu even langs de deelfuncties gaan. Het gaat over mobiliteit en dat begon bij, misschien moeten we auto's delen. Laten we de parkeerkelder nou eens niet zo enorm groot maken. Maar laten we kijken dat we in ieder geval die 2e auto eruit krijgen. En voor de jongeren en de startende mensen ook de 1e auto eruit krijgen. En we gaan met een aantal deelauto's aan het werk. Uiteindelijk zijn we zelfs met deelscooters en deelfietsen bezig. Dus dat komt er in ieder geval in. Dan hebben we in het middelste gebouw eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het gebouw en het concept. Daar kom je binnen. Kom je eerst binnen bij de host. Er wordt gezorgd dat alle toegang tot al die diensten, dat wordt in ieder geval gecoördineerd door de host. Die zorgt ervoor dat alles werkt en dat die toegang geregeld is. En in dat middelste gebouw zit in ieder geval ook een stuk horeca. Maar ook de coworking space. En welk bedrijf dat precies wordt, dat gaan we later nog zien. Maar dat je daar werkplekken krijgt die gedeeld worden met vergaderruimtes die gedeeld gaan worden, dat is zeker. En waar we ook echt op in willen zetten is dat die vergaderruimtes 's avonds niet gewoon weer leeg zijn, maar juist 's avonds door alle gebruikers van het gebouw gebruikt kunnen worden om de yogales te geven of om het huiswerkinstituut een plek te geven en zelfs om private dining te kunnen doen 's avonds. Oh, daar was het gebouw.
Dan hebben we een deel dat wij makerspace en minishops noemen. In de makerspace gaan we in ieder geval zorgen dat er een 3D-printer staat die gebruikt kan worden door het gebouw. Daar komt ook een soort. We hebben een samenwerking met het Sandberg Instituut en de Rietveld Academie, die in ieder geval daar atelier gaan houden. Maar iedereen die daar wil werken, kan daar atelier houden. En daar zullen dus ook workshops, maar dan vooral technisch ingericht worden. En we hebben de minishops, daar hebben we gezegd, ja. Heel veel boodschappen bestellen we tegenwoordig gewoon met de bus van Albert. Maar waar heb je nou nog wel behoefte aan om graag in je gebouw of in je woonwijk te hebben? Dat zijn eigenlijk die kleine dagelijkse boodschappen. 'S Ochtends wil je hier een kopje koffie komen halen of een broodje, de verse broden, croissantjes, dat soort dingen. 'S Middags kan er misschien de groenteboer zitten en 's avonds wordt diezelfde plek gebruikt door het winkeltje waar je de olijven en de wijn kan kopen en de olijfolie, vooral voor de lekkere dingen. Dan hebben we het derde onderdeel van het gebouw, dat is de health space. En daar, we merken dat er heel veel fysiotherapeuten, tandartsen, allerlei van dat soort bedrijven ons benaderen. Kunnen we daar zitten? En daarvan zeggen we, ja, alleen als je bij kan dragen in het deelconcept. En dat betekent bijvoorbeeld dat de fysio er mag komen als hij dan zijn werk- en oefenruimte ter beschikking stelt aan de mensen van het gebouw, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Nou, dan zie je dat, hoe gaan we dat nou financieel allemaal doen? Dat blijft natuurlijk een beetje de struggle, want uiteindelijk moet er toch een gezonde business case uitkomen. Aan de ene kant hebben we natuurlijk het monetair geld wat we allemaal als geld kennen, maar aan de andere kant is het sociaal kapitaal ook heel erg belangrijk. En als je dat in het begin goed doet en zorgt dat er een goede sociale interactie is, dan komt uiteindelijk dat geld ook wel. Maar dat is heel moeilijk om dat bij een commercieel bedrijf aan je bazen uit te leggen. Maar wij hebben er vertrouwen in dat dat goed komt. En vervolgens zie je dan van dat geld wat er komt, ook dat is weer anders. Want normaal zouden ze het liefst bij ons zeggen, oké, we hebben een aantal huurcontracten en die leveren, €200 de vierkante meter op. Dat zal nu niet zo duidelijk zijn. Je krijgt gewoon een heel aantal diensten die geld op gaan leveren. En hoeveel dat is niet helemaal van tevoren te bepalen. Maar we hebben wel gezegd, wil je dit goed doen, dan moet je niet uitgaan van die vaste bedragen die we kennen. We gaan het gewoon neerzetten en dan komt het uiteindelijk goed. Wat een vertrouwen in dat het goed komt, dat is bijzonder. En het gaat met name dus echt om die functies, want wat woont daarboven? Wat zijn het allemaal voor woningen die daarboven komen? Het zijn in principe gewoon normale woningen, waar we wel hebben gezegd, maak ze nou niet te groot, want je kunt in die makerspace kun je ook je boormachine lenen in plaats van dat je een kast in je appartement moet hebben waar je je eigen boor en je eigen staattafel en je eigen spullen hebt die je maar één keer per jaar gebruikt. Dat soort spullen wil je niet in je appartement, die kun je met elkaar delen. Dus er zitten ook kleinere betaalbare appartementen in? Er zitten ook kleine betaalbare appartementen in en er zitten zowel huur- als koopwoningen in. Precies. Nog vragen, jongens? Ja. Wat is betaalbaar ongeveer? De kleinste woning hier is 40 vierkante meter en die zit iets boven de 4000, zit volgens mij op €4600 de vierkante meter. Dus, reken maar uit. Een kleine 2 ton. Een kleine 2 ton, ja. Godzijdank, dat zijn de prijzen, jongens. Maar het is vooral een kleine mini-stad die je daar neerzet. Wat heeft de buurt eraan op het Zeeburgereiland? Ja, de bedoeling is dat het niet alleen voor het blok betekent dat er die sociale interactie is, maar dat dat voor de hele buurt is. Dus je ziet dat op Zeeburgereiland heel veel ZZP'ers werken. En zo'n coworking space moet voor de hele buurt interessant zijn. We hebben ook al contact met een bedrijfje wat zei, ja, ik wil mijn catering, dat doe ik nu vanuit huis. Dat zou ik heel graag op die hoek in een deel van de dag, dus tussen 5 en 7, daar verkopen. En dan hoef ik niet alleen de hele dag een winkeltje te huren. Dus hij betaalt alleen de huurprijs. En dat is dan weer gunstig, hè, als je daar als ondernemer of ZZP, je betaalt alleen voor de uren dat je daar zit. Ja. Ja. En die ruimtes moeten dan, 's ochtends zit er een bakker en dan 's avonds zit daar de cateraar. Ja. Dus zo moet dat ingedeeld worden. Jezus, Arnoud, wat een klus. We horen jou straks. Jij gaat er vandoor. Je hebt je punt gemaakt? Ja, nee. Bedankt voor je goede punt. Hè. Ouderen en jongeren bij elkaar. In bejaardentehuis wil ik wil ook zo graag in een bejaardentehuis wonen. Dat wilde ik al heel vroeg. Ja, jij ook. Hè. Lekker biljarten, een advocaatje en een beetje kletsen. Maar, oh ja,
Want we hebben een filmpje gemaakt. En het was niet alleen reclame voor A5, maar voor Bouw Woon Leef. Maar onder stond, zag ik vanmiddag een reactie van een mevrouw die het heel leuk vond. En die zei, is het ook voor ouderen? Ja, natuurlijk zijn het ook voor iedereen. Ja, dus in principe zijn er niet specifiek speciaal op een bepaalde leeftijd. Het gaat wel over het feit dat je moet willen delen. Ja, precies. Je moet willen delen. Want delen is helen. Sharing is caring. Nou, kijken wat daarvan komt. En je hebt ook gezegd in het filmpje, mocht het allemaal niet werken. Hè, de ruimtes zijn flexibel indeelbaar. Dus als dat bakkertje niet werkt of er moet iets groters worden, dan kan dat gewoon. Ja. Heel goed. Dankjewel, Anouk. En dan hebben we nu weer een architect, Arnoud Galouf. Kom naar voren. Je bent verantwoordelijk voor dit ontwerp, maar voor veel meer andere dingen. Jullie hebben een geweldige plussenburg voor senioren in Rotterdam gemaakt. Jullie doen Klein maar Fijn in Beijing. Een studie, hè, naar klein, hoe mooi, goed kun je klein wonen. Duurzaam, het BREEAM Outstanding, hè, op het Amstelkwartier. Dus duurzaam en luxe. En ook een case study naar containerwoningen in Berlijn. Vond ik ook leuk. Dus jullie doen eigenlijk alles, hè, qua doel. Ja, pak je microfoon, jongen. Ja. Hadden we ook bedacht dat de studenten, als ze kwamen, begonnen met een kunstproject met elkaar, zodat ze elkaar zouden leren kennen. En dat was in Berlijn? Ja. Ja. Dat is helaas niet door. Er gaat heel veel niet door, maar sommige. Nee. Maar jullie zijn in ieder geval ook als architect enorm veel onderzoek aan het doen over klein wonen, luxe wonen, super duurzaam, super leuk als ouderen. Ik was even benieuwd als zelf, hoor, als Plussenburg. Misschien wil ik later, als ik oud word, echt in Rotterdam gaan wonen. Nou, Plussenburg was een gebouw voor oudere Rotterdammers. Toen onze vraag werd gesteld. Toen werd er gezegd 55-plussers. Dit is al 10 jaar geleden. Maar ik zag wel al de bui hangen dat dat over mij zou gaan. En toen dachten we, dat moet dus niet over oudjes gaan. Maar dat is eigenlijk, toen dachten we, nou, Mick Jagger en Tina Turner zouden hier kunnen wonen. Oh, vandaar die foto van de babyboomer generatie, de hippies. De oude hippies, dus we hebben een super hip gebouw gemaakt, waarvan we dachten van, als oudere mensen uit hun eigen gezinswoning moeten vaak, dan is het altijd een verdrietig verhaal. Ja. Want je breekt je heup of er is iets. En dat is nooit een positief stap. Ja. En waarom is de laatste stap in je wooncarrière nou niet positief? Dus we hebben het meest sexy gebouw bedacht wat we konden doen. Ja. En toen kwamen daar inderdaad heel veel ouderen op af. Maar die waren wel allemaal heel oud. Dus ze waren 80 plus en ouder. Oh, ja, ja. Dus die begrepen niet allemaal helemaal wat we bedoelden. Okay. Maar dat is een kwestie van tijd. Oké, okay. Maar nu ga jij je 7 minuten vol praten, Arnoud. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Nou, ons architectenbureau, ik wil het vanavond hebben over hoogbouw. In Amsterdam heb je de hoogbouwdiscussie, die hebben jullie waarschijnlijk allemaal gevolgd. Er staan altijd heel veel woontorens hier op het programma. En wij maken dat soort woontorens. De Plussenburg, waar het net over gaat, is dat kleurige gebouw in het midden. De Pontstijger kennen jullie misschien van ons. En ik wil het vanavond hebben over 2 gebouwen. Dat ene grote gebouw wat nu naar voren komt. Hoogbouw, 100% energie-neutraal. Want als het gaat over hoge gebouwen, hebben we altijd een probleem. Want nou, dit gaat over een tender in Amstelkwartier. Die hebben we verloren van een ander heel mooi gebouw, de houten woontoren. Ik wil hem vanavond laten zien omdat hier een ontzettend goed idee in zit, waarvan ik vind dat jullie dat allemaal moeten gaan gebruiken als jullie op een of andere manier in het vak zitten. Wij hadden een finale. Dit was de gemeente, had een plattegrond gemaakt. Het moest een toren worden met een hoek, op een driehoekige plint. 73 meter hoog. Nou, als je daar dan een plattegrond in gaat bedenken, maakt niet zoveel uit of ze groot of klein zijn. Dat komt wel goed. Leuke balkons rondom, dat hadden we ook al snel bedacht. Maar toen kwamen we op het dak. Toen dachten we, oh ja, dan moeten zonnepanelen op. En als een toren 73 meter hoog is, dan heb je het over ruim 20 verdiepingen. 3-4 woningen. 80 woningen. Nou, op zo'n dak past dan voor elke woning 1 zonnepaneeltje. Want er moet ook nog een gevelonderhoudsinstallatie rondrijden. Dus dit gebouw gaat niet zijn eigen energie opwekken. En dat wilden we wel graag. En toen dachten we, dan moeten we iets gaan bedenken. Gelukkig werden we geholpen door de grote problemen die er op de locatie al zaten. Want het is ontzettend lawaai van de spoorlijn die daar loopt. Hè. Dat is vlakbij het Amstelstation. En de metro loopt daar. Er waren ook geweldige kansen, namelijk het uitzicht op de Amstel en een goede bezonning. En toen dachten we, als we nou eens een gevel bedenken die alles in 1 klap gaat oplossen. Dus een gevel die zonne-energie oogst. Een gevel die zorgt dat je windluw balkon hebt. Want in hoogbouw waai je natuurlijk heel snel uit je broek als je buiten zit. In de zomerzon moet de boel beschaduwd worden. Dan wordt het niet zo warm. Je wil natuurlijk het uitzicht open houden. Grote gebouwen zorgen voor heel veel valwind op de begane grond, tenzij je de wind laat afstromen op hogere niveaus. Dus kunnen we dat regelen en kunnen we dan ook het geluid te lijf, en dat zou kunnen met een dubbele gevel. Nou, toen dachten we, dan hebben we een gevel bedacht.
Ik doe het heel snel en laconiek, want ik heb maar 7 minuten. En wij dachten, onder elk balkon zou je, onder de gekantelde gevels, zou je elk balkon een zonnepaneel kunnen geven. Dat betekent dat je vanuit je eigen balkon je zonnepaneeltjes kan wassen. Je hebt 20 vierkante meter, of 20 stuks zonnepanelen in je woning. Het gebouw ziet er zo uit, van verre ziet het er zo uit. We hebben niet gewonnen omdat ze dachten dat het gebouw niet transparant genoeg was. Maar dat is misschien onze herinneraar die dat iets te veel heeft laten spiegelen. Dat is altijd moeilijk. Maar eigenlijk is dit het. Op elke verdieping zit een zonnepaneel. Op de begane grond, ontzettende levendige plint. Dat hoort ook bij hoogbouw, dat iedereen daar iets gemeenschappelijks kan doen. En dit was dan het eindbeeld. Hier zie je een energie-neutrale woongebouw. Dus de nul op de meterwoning, dat kan heel makkelijk met laagbouw, met rijtjeshuizen. Met hoogbouw kan het niet, zo kan het wel. Doe het allemaal alsjeblieft. Volgende project. Wij krijgen van veel gemeentes voorgeschreven waar we moeten bouwen en hoe hoog dat moet zijn en hoe breed dat moet zijn en wat het is. Dit is een project in Utrecht, het Witte projectje, de Kwekerij heet het. Het is een voorlopig ontwerp en dat gaat over hele compacte sociale woningen. Dit is het project. Het is op het voormalige KPN-terrein van Utrecht. In de grond van het KPN-terrein zit een atoombunker. Omdat bij een atoomaanval vroeger moest de communicatie natuurlijk doorgaan. KPN gaat er weg, wat doe je met die bunker? Wij dachten dat kan een mooie vijver worden, want we willen zorgen dat het hemelwater wat hier opvalt 24 uur wordt vastgehouden voordat het aan de riolering wordt doorgegeven. Want dat is een probleem wat we tegenwoordig moeten oplossen. Ander probleem wat we op moeten lossen is hoe maak je nou kleine woningen die toch veel kwaliteit hebben. Je ziet heel vaak dat dat ongelofelijke dikke gebouwen worden. Lange gangen en allemaal woningjes die gewoon met een, als een soort schoendoosje met 1 geveltje zitten. En wij dachten, kan dat anders? En dat kan als je het super, super slim en beetje de uitdaging aangaat om dat te engineeren. Wij hebben hier 244 woningen in slanke torentjes van 16 bij 16 meter. Als je het vierkant zou, en ze zijn eigenlijk nog veel slanker. En wat die torentjes hebben, is eigenlijk een genadeloze repetitie van steeds dezelfde woningjes. Dat maakt het goedkoop. En het zijn allemaal woningjes, ik moet even terug. Het zijn allemaal 4 woningen per verdieping. En op de begane grond, eigenlijk zijn dat de gemeenschappelijke dingen die vanavond al een paar keer aan de orde zijn geweest. Een fietsenmaker, een kantoor van de woningcorporatie, gemeenschappelijke ruimtes. Nou, noem maar op, alles wat je nodig hebt als je zoveel mensen met elkaar laat samenwonen. Dit zijn wat beelden nog. Die atoombunker vinden we heel mooi. Dat kan een soort een mooie ruïne kan dat zijn. Dit zijn de eerste impressies. We weten nog steeds niet zo goed hoe de gebouwen eruit moeten gaan zien, welke kleuren het moeten zijn. De campus moet wel heel groen worden. Er moeten nog meer gebouwen komen, want er staat nu een studententoren. Dat is die dikke. En dan in het wit komen er nog hopelijk wat latere torentjes bij. En dit zijn eigenlijk hele slanke, hoge gebouwtjes. En wat is nou de kwaliteit van die woningen? Het zijn hele kleine woningen. Maar het zijn allemaal hoekwoningen, dus je kunt ze dicht op elkaar zetten omdat je nooit maar op 1 kant kan kijken. Wat is de kwaliteit van die woningen met die hoekwoningen? Er zijn altijd woningen die hebben zon en er zijn woningen die geen zon hebben, tenzij iedereen een hoekwoning heeft. Want in een hoekwoning heb je altijd ochtend, middag of avondzon. Op de locatie was ook een enorme geluidbelasting. Met een hoekwoning heeft je woning altijd een geluidluwe zijde. Dus we hoeven heel veel geld wat je normaal aan geluidwerende maatregelen uitgeeft, hoeven we niet uit te geven, want dat besteden we dan liever aan het maken van een mooie woning. Nou, verder zijn wij natuurlijk architecten die ongelooflijk goed willen kunnen bouwen. Dus dit is tunnelbaar, zodat een aannemer het snapt. 2 woningtypes, dus daar kun je niet zoveel fouten in maken. De drager en de inbouw zijn gescheiden, dus we maken een betonnen casco. En daarna schuiven we de natte groep met alle leidingen en dergelijke erin. Kan er ook weer uit als je het gebouw wil gaan slopen. Misschien wordt het dan wel circulairder alvast. 1 trap, niet 2, want als je het slim engineert is dat voldoende. Elke woning heeft zon, elke woning heeft een stille zijde. En 46 vierkante meter gebruiksoppervlakken, dat lukt. Als je maar eenvoudig en repeteert, en dan is het helemaal niet zo erg. Compacte sociale huur met kwaliteit. We zijn aan de gevels aan het denken. Baksteen is eigenlijk best wel ouderwets materiaal. Het is ook lastig te slopen, dus we willen het graag in metaal doen. We weten nog niet precies hoe. Dit zijn de eerste studies. Ik maak jullie maar gewoon deelgenoot van onze zoektocht. Maar eigenlijk zou je het stijgeloos willen bouwen. Want als die aannemers al die stijgers bouwen, ben je al 3 ton verder. En dan is er nog steeds geen stukje gevel gemaakt. De binnenspouwbladen van de woningen die moeten geprefabriceerd worden. Allemaal hetzelfde. Bam, 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 omhoog.
luchtdicht acht plakken, dan zijn we energetisch goed bezig. En zo is het ook weer uit elkaar te halen om het circulair te maken. We zorgen dat het afwatert naar binnen de gevel, zodat het niet gaat druipen en er rare vlekken komen. En als je met metaal werkt en die toortjes kunnen draaien, kun je ongelooflijk veel variatie maken met eigenlijk één systeempje. En dat vinden we ontzettend leuk. Die gevels zouden er zo uit kunnen zien. Soms denk ik dat ze wit moeten worden, soms goud. We weten nog niet allemaal verschillende kleuren. Dit zijn studies van collega-architecten die ook al met metaal werken. Daar proberen we van te leren. Het is recyclebaar. Wat we ontzettend leuk vinden is als ze op die plinten die gemeenschappelijke functies komen. Hier is het maaiveld natuurlijk nog in beton getekend, maar de landschapsarchitect is inmiddels bezig. En we hopen dat dit gebouw er binnenkort komt. We zitten nu nog, ik ben heel eerlijk vanavond, 5% boven het budget. Want voor sociale woningbouw is dit best wel ingewikkeld bouwen. Maar wij denken dat met een kleine optimalisatieslag we gewoon sociale woningen kunnen maken in hele mooie kleine torentjes. Iedereen een hoekwoning, helaas in Utrecht. Dankjewel. Applaus, applaus. We komen er wel uit, want jullie hebben hem al binnen, of niet? Nee. Er wordt nu aan gerekend en we zijn aan het optimaliseren. En dan moeten we binnen een paar weken die 5% gevonden hebben. Kijk eens. Je vraagt je af waarom ze dat nou niet eerder bedacht hebben. Hè? De stedenbouwers van de gemeente Utrecht vonden dit niet zo'n goed idee, want ze kenden het niet en ze wilden wat dikkere gebouwen. En toen lieten we ze zien van jongen, in die dikkere gebouwen, daar zit de helft van de woningen zit op het noorden. Ja. En de andere helft van de woningen hebben een geluidbelasting. En wij kunnen met een ander idee, kunnen we iedereen een fijne woning geven. Ja. Maar dat heeft van maart tot en met oktober geduurd om die mensen te overtuigen maar dat Utrecht, dit ook een goed plan is. Ik zeg nog één keer Utrecht. Ja. Ik had een paar hele intelligente vragen bedacht, maar het publiek heeft vast veel slimmere vragen nog. Nog vragen voor de heer Gelauf? Ja, kijk. Je hebt heel lang nagedacht, ik ga eroverheen. Ja, ik vond het superleuk om te horen dat jullie zo bezig zijn al met de zon en met de wateropvang. Maar waar ik ook nog een beetje nieuwsgierig was, wat ik nog mis, gaan jullie ook nog iets doen met het regenwater om dat weer te zuiveren en tot drinkwater te maken of ermee te douchen? Ik dacht, jullie zijn al zo goed op weg. Ik dacht, misschien kan dat er ook nog bij. Pak door. Op dit moment nog niet. Dat grijs water, elke keer is dat een fascinatie van ons en dan blijkt uiteindelijk toch weer niet haalbaar. We hebben nu de stapeling van ambities hier is nu zo hoog dat we 5% boven budget zijn. Ik hoop dat we dat budget nog misschien wel omhoog kunnen praten. Ja. Maar ik wil geen ambities inleveren, ja. Maar ambities erbij lukt ook nu even niet. Maar in een volgend project, dus nou ja, wat Anouk net liet zien, dat is een project van ons waar we heel erg gefocust hebben op delen. Eigenlijk in elk project kom je wel weer iets tegen waarvan je zegt, gaan we nu echt op focussen. Als de studenten weg zijn, hè, want het is nogal... Nee, dit is voor starters. Starters, ja. Alleen maar starters. Is dat verstandig? Zou je niet ook een beetje moeten mengen? Nou, ik heb gevraagd aan deze opdrachtgever of ik er ook zou mogen wonen, maar ik behoorde niet tot de doelgroep. Dus klaarblijkelijk zijn er heel veel opdrachtgevers, je hoort het van de KEI ook, die willen eigenlijk gewoon hun doelgroepen heel helder targeten. Wat ik erg jammer vind, omdat we daarmee een menging... Ja, die je precies zou willen in de maatschappij. Nou, hier zitten we ook wel redelijk gemengd. Ja. Dat we dat niet voor elkaar krijgen. Nee, en dus op die campus. Daar komen 800 woningen waarvan er nu 300 voor studenten zijn. En de rest is allemaal starters. Maar goed, daaromheen zit dan weer wat anders. Hè. Je moet soms ook over de grenzen van je project heen kijken. Ja, precies. En zou je daar later ook, wat ik denk altijd bij al die starters, zoals Villa Mokum en dat soort dingen, als ik later oud word, dan kun je zo ouderen inzetten. Hè? Dan kun je zo bejaardenflatsen worden. Ja, wat we nu... We zijn net uitgenodigd om in Den Haag mee te gaan doen aan een pitch voor ouderenhuisvesting, waarbij dan in de mix jongeren worden gegooid om het gewoon levendig te krijgen. En we proberen nog wat doelgroepen en volgens mij gaan we... Daar zou ook nog een verhaal over horen. Precies, dat is een heel goed bruggetje naar Yvonne Witte. Dank je wel, Arnoud. Graag gedaan. Dank je wel. Tot zo. Yvonne, want we hebben ontwerpers gehoord en historici en projectleiders. Maar Yvonne doet onderzoek voor EDES. Dat is de overkoepelende woningcorporatie club. Die hebben een kenniscentrum. En jij hebt 15 jaar, of de bouwstenen voor de toekomst, ouderen, zorg, vastgoed. En samen met Danielle Harbers, ik noemde er eventjes, bouwstenen voor de toekomst. 15 jaar hebben jullie in kaart gebracht, dus het verleden, het heden en de toekomst. En wat zijn nou concepten die goed werken en moeten niet beter gecommuniceerd worden daarover? Dat is denk ik jouw verhaal. Hè? 7 minuten, ga je gang. Een applausje voor Yvonne.
Ik werk inderdaad bij Edis, Vereniging van Woningcorporaties. En in het kader van het kenniscentrum Wonenzorg, waar ik lang voor heb gewerkt, hebben wij teruggekeken naar wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen jaren op het gebied van de ouderenhuisvesting. Maar ik zal nu vooral ingaan ook op de woonconcepten van de toekomst en waar ik denk dat de uitdaging in zit. En dan toch heel even, ik ben niet zo van de cijfers, maar toch even belangrijk om dit mee te geven. Dat, en dan vooral de laatste twee blokjes, dat het aantal 75-plussers sterk toeneemt. Iedereen zegt, nou, de vergrijzing duurt tot en met 2040. En daarna neemt het af. Nou, dat is ook zo, maar dat betekent niet dat er daarna geen ouderen meer zijn. Maar juist het aantal 75-plussers blijft natuurlijk dan stijgen. En ook 100-plussers, ja, daar heb ik sinds vorig jaar iets mee met de 100-plussers. Hele leuke groep. En die stijgt enorm, wat nu heel bijzonder is als je 100 wordt. Hè, dan krijg je nog de burgemeester op bezoek. Nou, over een tijdje doet hij dat niet meer, hoor, want er zijn we te veel. Maar goed, het geeft aan van nou, de vergrijzing. We staan eigenlijk pas aan het begin. En de ontgroening ook. Nou, we weten allemaal dat de verzorgingshuizen worden een nieuwe functie krijgen of gesloopt. Of omgevormd voor mensen met zwaardere zorg of krijgen een andere functie. Je ziet ook wel, ook in Amsterdam, hè, een verzorgingshuis waar ook verschillende doelgroepen gaan wonen. Zoals de Geuzenhof, waar mensen met een verstandelijke beperking samenwonen met ouderen. Die verzorgingshuizen krijgen een nieuwe functie. Ik had hier een filmpje, die kun je zelf op YouTube opzoeken, van de Driehoof in Amsterdam, gebouwd door de Hertzberger. En het is een filmpje uit 1975 en Kees van Boven, bestuurde van Woonzorg Nederland, liet hij mij zien wat het pand is van Woonzorg Nederland. En het leuke is, je kan, als je dat filmpje draait, kun je er gewoon 2019 boven zetten, omdat ze heel erg ingaan op de functies die het verzorgingshuis toen bood, van bescherming, geborgenheid, ontmoeting. En die functies zijn nog steeds overeind. Bij heel veel mensen zijn daar toch naar op zoek. En ik denk dat er in de woonconcepten voor senioren heel erg gelet moet worden dat die geborgenheid, bescherming, veiligheid en kans op ontmoeting bieden. Want dat is nog steeds overeind gebleven. Ik noem heel snel wat trends, wat we eigenlijk allemaal al weten. Hè, dat langer thuis wonen, dat is het devies. Maar nogmaals, nieuwe vormen zijn nodig. Er is ook, vind ik ook altijd heel belangrijk om te zeggen, van het aantal alleenstaanden groeit. Het aantal mensen met dementie groeit enorm. Nu zijn er zo'n 250.000 mensen met dementie. En in 2040 is dat aantal verdubbeld naar schatting. Een groot deel van mensen met dementie, zeker met beginnende dementie, woont gewoon thuis. En ook een deel heeft geen partner. Nou, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de woning. Toename eenzaamheid, nou, daar kun je ook een hele avond over vullen. En meer kwetsbare huurders in de wijk, dat kun je ook allemaal in de krant lezen. Of misschien heb je ermee in je werken te maken. Maar ook meer burgerinitiatieven, meer mensen, ook ouderen, die zelf het heft in handen nemen en zelf een woongemeenschap starten. Of zoals in Amsterdam, de stadsdorpen, die hier dus ook zijn. Dat mensen gewoon zelf kijken, wat is hier nodig aan voorzieningen en kunnen we dat niet zelf creëren. Een aantal trends met gevolgen voor de woningmarkt. Ik heb een tijd lang, 2 jaar geleden of zo, heel veel ouderen gesproken en gevraagd van wat is er nou nodig om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven. Wat heeft u, wat is er nodig? Nou, dit is zeg maar de top 10 van de dingen die het meest werd genoemd. Wat er nu op 10 staat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus de volgorde klopt niet. Eigenlijk zeiden mensen een doel in het leven hebben, een activiteit, iets om naar uit te kijken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Natuurlijk is een woning ook heel belangrijk, maar ja, ertoe doen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, ook voorzieningen, woningaanpassingen, voorlichting, daar kom ik zo nog even op. En vervoer, mobiliteit ook niet te onderschatten. Maar goed, het is ook altijd lastig van wat willen ouderen. Die groep is natuurlijk zo groot en zo divers dat ik het ook heel lastig vind. Ik word heel vaak gebeld van wat zijn de woonwensen van ouderen? Dan denk ik, ja, het is ontzettend divers. Het is heel lastig om daar. Maar de meeste mensen willen, net zoals wij eigenlijk maar allemaal toch het liefste, hè, dat noemen ze het AAA wonen, dicht bij de artsapotheek en Albert Heijn wonen. Gewoon de voorzieningen nabij. Wie wil dat niet?
En je ziet nu het langer thuiswonen het adagio is en de verzorgingshuizen er niet meer zijn of een andere functie hebben gekregen. Zie je wel, maar het is al jaren gaande hoor, eigenlijk al meer dan 15 jaar, een nieuwe woonvorm verschijnen van de aanleunwoningen die al langer er zijn tot de kangeroewoningen, mantelzorgwoningen, woongemeenschappen. Ik heb hier een aantal afgebeeld. Maar er is gewoon meer variatie nodig om tegemoet te komen aan die trends die ik net schetste en aan de veranderende woonwensen. En gelukkig zien we dat er al heel erg veel gebeurt. Ik kijk een beetje landelijk, dus niet alleen in Amsterdam. En wat ik zie is dat er veel gebeurt rond het omzien naar elkaar. Dat is al een paar keer genoemd. Dat community-verhaal ook van Joep net. Ik denk dat daar de uitdaging voornamelijk in zit. Tuurlijk nieuwe woonvormen, zeker de woonvariatie, maar vooral het omzien naar elkaar. Dat is denk ik de uitdaging om zo prettig mogelijk te kunnen blijven wonen. En daar heb je een paar mooie voorbeelden van in de sfeer van voorlichting ook. Amsterdam werkt volgens mij ook met wooncoaches door vrijwillige wooncoaches. Die dan met ouderen gaan praten van wat zijn uw woonwensen. En soms zit het in hele andere dingen dan je op het eerste ogenblik eigenlijk denkt. Dat is wel heel belangrijk, die voorlichting van wat is er mogelijk. En om ook ervoor te zorgen dat de match tussen vraag en aanbod wat beter is. Ik vind zelf woongemeenschappen ontzettend leuk. En het is net al een paar keer genoemd, jong en oud, meer generatie woongemeenschappen. Maar nogmaals, dat moet je leuk vinden, dat moet je passen. Thuishuizen, dat is een paar keer is al studentenhuis genoemd. Een thuishuis is een studentenhuis voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Daar wordt er altijd bij gezegd, maar dan wel met een nette keuken. Zo'n groepje van 6 tot 8 ouderen die dan samenwonen en die activiteiten ondernemen. En ik zie Frederike Kuipers in de zaal zitten. Ja, die heeft een prachtige brochure gemaakt, Plan Berlage, over de toegankelijkheid. En dat is zeker in Amsterdam wel heel erg belangrijk. Dus op de site Age-Friendly Wonen staat die te vinden. Want dat is wel heel leuk aan Amsterdam, is dat de gemeente bezig is met een programma ouderenhuisvesting en ook kijkt naar geclusterde woonvormen en alternatieven om de variatie aan te pakken. En wat ik hier ook nog even in die sfeer van de voorlichting, dat vind ik heel mooi in Brabant, daar heeft de corporatie samen met de zorgorganisatie en de brandweer samen doen veel over voorlichting van hoe kun je nou zo prettig en veilig mogelijk thuis wonen. Dus ik noem hier wel woonconcepten, maar die moeten er ook zijn. Maar ik vind het heel belangrijk dat er ook dat de innovatie niet zozeer in de stenen zit. Ook in de stenen, maar ook in het omzien naar elkaar. In de community vormen, want ook in heel veel complexe, net wat Joep ook zei, in veel van die gemengd wonen projecten, dan is het ook de vraag van hoe houd je die community levendig? Er zijn zeker seniorencomplexen waar de bruis wat uit is geraakt en hoe zorg je dat de bruis daar weer in komt? Dat is een opgave. De burgerinitiatief, er komt binnenkort een innovatieregeling, een stimuleringsregeling vanuit de overheid om burgerinitiatieven wat te ondersteunen, wat te faciliteren. En even kijken, die leeftijdsvriendelijke wijk, dat vind ik ook heel mooi om te kijken naar die wederkerigheid. Als je in een inclusieve wijk woont, waar jong, oud, de diversiteit groot is, daar, daar hebben wij gezien, ook in onze projecten die we hebben beschreven in dit boek, gezien dat een bron van leefplezier is, die wederkerigheid, over en weer wat voor elkaar doen. Dat wou ik nog even als slot van, kunnen we misschien kijken, kunnen we een Blue Zone gaan vormen in Nederland ergens? Blue Zones zijn plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden. Dus in Sardinië, Japan, Californië, Costa Rica en een Grieks eiland. En als je kijkt naar de ingrediënten van wat hebben die plekken nou allemaal gemeen, dan zit het hem ook vaak in toch weer die community, mensen die naar elkaar omzien, erbij horen, ertoe doen. Dus dat wou ik nog even
meegeven. Hè, dat we naar een Blue Zone Amsterdam kunnen gaan. We zijn er al bijna volgens mij. Dankjewel. Applaus. Ja, godsamme, ja. Het is vooral ook die, want ik ken veel ouderen die thuis moeten blijven wonen inderdaad. Daarin die voorlichting zeggen van, hoe kunnen we die ouderen helpen om te zorgen dat ze in die buurt ook de hulp krijgen? Of wat? Ja, ook dat ze zeg maar zelf nadenken van, hoe ja, wil ik hier oud worden? Kan dat? Wat heb ik nodig? Wat is voor mij belangrijk? Ja. En je ziet dat zeg maar, de groep 55 tot 75 daar wel bewust over nadenkt. Ja. De groep daarboven eigenlijk niet. Maar nee. Ik denk dat je ook heel veel ja, kan doen om te voorkomen dat je straks niks meer te kiezen hebt. Nee, precies. Ja. En dat je een soort, want er stond in het NRC dit weekend een heel geweldig artikel over die eenzaamheid. Mm-hmm. Hoe ga je dat tegen? Dat je als ouder een konvooi moet organiseren. Hè? Ja, en eigenlijk moet je daar nu al mee beginnen. Ja, ik ben enorm veel vrienden aan het maken. Ja. Wat minder onaardig tegen mijn vrienden aan het doen. Echt, het scheelt. Hè? Ik ben boven de 50, dan krijg je dat. Ja. Maar wat is nou, als we het nou fysiek vertalen, hè? Als je nou een voorbeeld mag geven, behalve dit soort fantastische eilanden, ja, Sardinië, maar het is ook olijfolie en wijn, jongens. Ja, dat denk ik ook. Veel hoor. Wijn drinken samen. Precies. En dus bewegen, in ieder geval een oudere complex met een wijnbar lijkt me niet zo'n gek idee. Zie jij in Nederland voorbeelden waarvan je denkt, daar is het echt goed? Zijn de ouderen worden door elkaar geholpen? Niet alleen studenten die goedkoop in bejaardentehuizen gaan wonen natuurlijk. Dat is natuurlijk prachtig, maar die bejaardentehuizen gaan uiteindelijk allemaal tegen de vlakte. Nou. De buurt waarvan je denkt, daar is het goed. Daar gaat dat goed. Nou, wat ik heel leuk vind, zijn het Knarrenhof. Hè? Dat is ook zo'n... Ja, Kassenknarren, ja. Ja, de hofjes van Weleer, maar dan in een eigen tijds jasje. De eerste is pas geopend in Zwolle. En ik geloof heel erg dat het voor sommige ouderen, en dat zijn ook meer generatiehofjes, heel fijn kan zijn. Omdat je toch je privacy hebt, maar toch de kans om ontmoeten. En weten dat er iemand is die naar je omkijkt. Die garantie maakt voor veel mensen al heel veel uit. Dus dat vind ik heel, heel erg mooi. En ik kom ook wel in complexen waar echt gelet is op van hoe kun je nou toevallige ontmoetingen stimuleren. Ik denk dat dat ook heel mooi is om in de bouw daarop te letten. Dat je het makkelijk maakt voor mensen om elkaar te ontmoeten. Of om te escapen als je even geen zin te hebt. Te escapen. Hoe zit het bij je? Ja, oh ja. Ja, je hebt ook een vraag. Mag ik even die mevrouw achter jou eerst doen? Ja. Ik mag beginnen. Er wordt best veel onderzoek gedaan, hè, naar wensen en behoeften, ook van de ouderen en zo. En wat mij opvalt is dat ze toch altijd heel erg als een soort consument worden benaderd. Mm-hmm. Terwijl er anderzijds wordt gezegd van ze willen een doel, een betekenis hebben. Maar wordt er ooit aan hun gevraagd, wat hebben jullie te bieden? En is daar onderzoek naar gedaan, wat voor dingen zij zelf aandragen, hoe ze als woonproducenten, zeg maar... door het leven willen gaan in plaats van consumenten. Ja, ik vind het zelf ook heel belangrijk, want ook in die projecten, daar staat er in de krant van studenten doen boodschapjes voor ouderen. En dan denk ik van ja, dat vind ik altijd, daarom vind ik die wederkerigheid zo belangrijk. Want ouderen kunnen ook heel veel betekenen voor jongeren, dat over en weer. En wat ik heel leuk vind, is dat je ook veel initiatieven van ouderen zelf ziet, die burgerinitiatieven. Ook hier, ja, ik heb geen richtingsgevoel, maar de Acropolis Tour, ik weet niet waar die ja, hier... Ja, dat van Saar. Ergens. Ja, die staat op Zeeburger Eiland, die is daar. Ja, oh, daar, ja. Daar, ik weet precies, daar. Maakt je uit? Ja, dat vind ik geweldige initiatieven. En ook woongemeenschappen, CPO-projecten waar ouderen zelf aan het roer staan. Ook die stadsdorpen of zorgcoöperaties. Ik vind het zelf ook ontzettend belangrijk dat ze inderdaad ook als producent en niet alleen wat willen ouderen en studenten doen voor hun boodschappen. Ja, dat mooi, maar... Maar er zit ook een andere kant aan. Ja, maar er zijn ook ouderen die denken, ik wil niet meer zo graag produceren als ik ouder ben, maar ik wil wel gestimuleerd worden. Hè, ja, dus en dat, we vergeten, maar het is ook een maatschappelijk ding, hè, dat ouderen over het algemeen worden gezien, nou, dan ga ik niet meer naar luisteren, terwijl die vol goede ervaringen en verhalen Tegen die beeldvorming kom ik inderdaad in opstand, omdat ik dat gewoon heel anders ervaar. Ja. En ook belangrijk vind dat wordt gezien. En wat ik ook wil meegeven, is dat de meeste mensen wonen gewoon thuis, hè? Ja. En blijven dat ook doen. Dus al die woonvormen, ik vind het heel goed dat ze er zijn, maar ook voor je eigen huis, als je er niet weggaat, is het belangrijk dat er voorzieningen zijn in de buurt en dat er ook technologische aanpassingen, er kan heel veel. Zorg dat je met je buurt levensloopbestendig bent, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, dankjewel, precies. Yvonne. Nou jongens, zijn we al helemaal gaar nog niet, hè? Want... Dankjewel. Want de zevende en last but not least, de meneer gaat al weg. Die denkt, nou, ik vind het wel goed zo. Ik ga aan het bier. Bent u al out of the box? En gaat er nog meer mensen weg? U mist het leukste, want David Kat komt nu naar voren. Met Just in Case.
Want de zevende spreker is altijd de leukste. Dat is altijd de heelheid. Hè? Even lekker de uitsmijter. Just in case is een... Want hoe bouw je dat nou? Hè? Je kunt allerlei woonconcepten verzinnen. Maar hoe bouw je dat nou op een flexibele wijze? David is eigenlijk een innovator, zeg maar. Jeroen van Mechelen is de architect die dit eigenlijk een beetje heeft ontwikkeld. En jij bent de man die dat... aan de man, of in ieder geval... We zorgen er samen voor, en Remco zit ook hier in de zaal, die Remco ons ook meehelpt. Ja. We zorgen ervoor dat het ook echt realiteit wordt. Gaat en dat gebeuren. Is natuurlijk heel belangrijk. Je kan ontzettend mooie dingen op de tekentafel verzinnen. Ja. Maar het moet gebouwd worden en mensen moeten mee aan de slag. Oké. Okay. Dus, maak ze gek, David. De laatste is even benieuwd. Ja, leuk. Oh, oké. Okay. Nou, applaus leuk. Hè, voor David, jongens. Ja. Nog eventjes. Hey, beweeg je ook even. Ja. Ja, Jeroen laat zich even excuseren, maar die is architect aan het opleiden op de academie vanavond. Vandaar dat ik er sta. Eigenlijk is het, dit is het hele verhaal eigenlijk. het ziet er bijna te simpel uit om waar te zijn, maar het is, wij maken circulair bouwen mogelijk in hout met één vorm. En dat is dit blok, dat is 1,10 meter bij 1,10 meter. Waar je hele constructies mee kan maken. Je kan niet meer stapelen. Maar het allerbelangrijkste is dat het circulair is. Niet dat je recycelt, maar circulair. Dus je kan het hergebruiken. En het allerbelangrijkste is dat het design for deconstruct is. Wat betekent dat als je het bouwt, dat je al weet dat je het weer uit elkaar kan halen. Dat je kan krimpen, dat je kan groeien. Dus alles eigenlijk wat hier vanavond voorgekomen is, dat kan met dit systeem gebouwd wordt, zelfs hoogbouw, onder bepaalde voorwaarden. Nou, het is namelijk een bouwelement. En ik hoop dat jullie het allemaal kunnen lezen. En anders, als jullie je e-mailadres achterlaten, dan stuur ik deze presentatie natuurlijk gewoon op. Het is één bouwelement dat je op allerlei verschillende manieren kan afwerken. En dat is eigenlijk wat Arnoud ook liet zien. Ook bijvoorbeeld in staal. En ik zal zometeen een voorbeeld laten zien van een gebouw dat nu gebouwd wordt met een stalen buitenkant. Het gebouw, je kan het isoleren aan de buitenkant, je kan het isoleren aan de binnenkant. Maar het gebouw heeft heel weinig constructie nodig, of eigenlijk geen constructie nodig. Omdat die bouwblokken als Lego steentjes waar we allemaal mee gespeeld hebben, waar je zelf mee kan spelen. Het blok, trouwens een leuke die ik wel wil vertellen, is weegt 20 kilo. Wat betekent dat je het gewoon zelf in elkaar kan bouwen. En we hebben van de zomer een versie gemaakt, die ik ook zo meteen ga laten zien. En daar is eigenlijk, zijn de blokken, hebben we zelf op elkaar getild, hebben we zelf een trap van gemaakt, zijn we de hoogte ingegaan en hebben vervolgens die blokken weer gebruikt om de wanden mee te bouwen. Het is modulair, het is schaalbaar. En eigenlijk wat je gaat doen, is dat het een slim bouwblok is, dat je in allerlei verschillende fases kan gebruiken, waarmee je kan groeien en waarmee je kan krimpen. En wat, zoals ik net al zei, volledig herbruikbaar is. Dit is een versie die bij een architectenkantoor staat als vergaderzaal bij Mees Visser. Het hele idee is dat dit zo gebouwd is, dat zij ermee door kunnen groeien, dat ze het in kunnen krimpen, maar ook dat ze het bijvoorbeeld ergens anders neer kunnen zetten. En ze hebben daarmee ook een eerste certificaat. Eigenlijk iets waar we aan zitten te denken. En dit systeem is gewoon voor iedere architect te gebruiken, maar een systeem waar we aan zitten te denken is om ieder bouwblok een eigen code te geven. Het kan een blockchain of een andere vorm zijn van de integriteit van data, waardoor je altijd weet waar alle elementen zijn, waardoor je ook de integriteit van het bouwblok weet en die bouwblokken in lengte van jaren kan hergebruiken en ook weten waar delen van de studentenkamer die je ooit gehad hebt nu in een aanleunwoning opeens zijn doorgeëvolueerd. Het gebouw ziet er zo uit. Je kan inderdaad de details zien waar je ziet hoe het van binnen is gedaan. Helemaal zelf gebouwd. Eigenlijk in een... hoeveel uur was het? Ik denk dat we totaal iets van 20 uur eraan hebben gebouwd. En dat was de eerste keer. Ik denk dat we moesten eigenlijk het vliegtuig gaan bouwen, de vleugels nog gaan bouwen terwijl we aan het vliegen waren. Ik denk dat je het waarschijnlijk als je handiger bent dan in ieder geval één van de drie, namelijk ikzelf, dat het in echt substantieel minder tijd kan. Het is ongeveer 10 vierkante meter. Jullie gaan vast zo meteen vragen wat dat kost. Iedereen heeft hier de hele tijd over geld. Het is gewoon een houten skeletbouw, is ongeveer 1000 euro per vierkante meter. Maar het kan ook gewoon heel erg mooi. En dit is het gebouw wat we nu aan het bouwen zijn.
Inderdaad met die stalen buitenkant. Dit is een meneer van in de 70 die alleen woont. Die eigenlijk heel goed na heeft gedacht over wat hij achterlaat in deze wereld. En hij heeft niemand die van hem gaat erven. Dus in ieder geval niet iemand die heel graag heel veel aan wil laten erven. Dus hij wil gewoon heel erg comfortabel wonen. Heel erg mooi wonen, heel erg goed wonen. Maar hij wil ook ervoor zorgen dat zijn huis hergebruikt kan worden. En als die blokken uiteindelijk ergens terechtkomen buiten Almere, dan bijvoorbeeld Amsterdam, dan vindt hij dat eigenlijk, zou dat een heel, heel mooi idee lijken. Ja. De blokken zijn de onderkant en de bovenkant. De blokken zijn alle muren, alle scheidingsmuren. En aan de buitenkant is dus de afwerking en een glazen pui. Dus er is geen andere constructie. Dus de blokken zijn de constructie, zijn de muren, zijn het plafond en op een betonnen fundering. Wordt op dit moment gebouwd, maar je kan het in allerlei vormen bouwen. Het is omdat het herplaatsbaar, herbruikbaar is. Het is geen containerwoning. Containerwoning, jullie hebben net gezien, die is erg gebonden aan vormen. En dat kan voor bepaalde toepassingen heel fijn zijn. Ik heb 3 weken geleden in een Citizen M hotel gelogeerd en het was fantastisch. Ook met gemeenschappelijk gebruiksruimte beneden. Maar als je echte huis wil, dan wil je kunnen groeien, dan wil je zelf je vorm kunnen geven. En dit is dus volledig onder architectuur te bouwen. Maar omdat het herbruikbaar, herplaatsbaar is, kan het ook onderdeel zijn van dynamische gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld. Dus het heeft enorm veel toepassingsgebieden. Je kan er een tiny house van maken. Je kan er ook een villa van maken of een gestapeld gebouw. Je kan er zelfs, alhoewel dat zijn andere omstandigheden, hoogbouw mee maken, wat ik net zei. En eigenlijk wat je zou kunnen doen is een soort kast bouwen waar je steeds blokken van 3 hoog inschuift, waardoor je veel sneller zou kunnen gaan bouwen. Je kan het zelf doen, had ik net al verteld. Het is een beetje IKEA, maar dan heb je veel minder gebruiksaanwijzing nodig. Dus dat is op zich wel handig voor iemand die niet zo handig is als ik. En we denken dat het een antwoord is op een heleboel van de lastige vragen die op dit moment gesteld worden in de architectuur. Omdat je het zelf kan bouwen, maar ook omdat in de bouw is natuurlijk, zoals jullie weten, en dat laat ik op de volgende pagina zien, enorme conjunctuur heeft een enorm gat geslagen. En wat je ziet is, dit zijn de kwartalen en eigenlijk zo'n beetje vanaf 2015 zie je die grote, dat oranje gapende gat. Wat er gebeurd is in de bouw is dat heel veel personeel ontslagen is, eruit gewerkt is. En allemaal ZZP'er gemaakt zijn. De hele loyaliteit in die bouw is weg. En nu de conjunctuur aantrok de laatste jaren, was het opeens heel erg moeilijk om alle posities te vullen. Dit bouwsysteem is veel makkelijker om te maken. Dit bouwsysteem is eigenlijk, als je het trucje één keer kent, dan kan je dat als ZZP'er in iedere constructie en iedere opstelling met een werkgever kunnen doen. Dus dat denken wij dat het belangrijk is. Daarnaast is het heel kostefficiënt, maar is het ook circulair. Ten eerste in de manier waarop het gebouwd is. Ten tweede in de manier waarop het hergebruikt wordt. BU-based, vormvrij, modulair, uitwisselbaar. Je kan zelf bouwen. En communities heb ik op dit moment heel weinig over verteld. Maar eigenlijk het eerste, en daarna ga ik stoppen, Suzanne, want dan ben ik waarschijnlijk al aan de 4 minuten. Community is eigenlijk de eerste toepassing die Roen bedacht heeft, is ik denk een jaar of 6, 7 geleden, is juist voor statushouders om de community op te gaan bouwen en mensen zelf de gelegenheid te geven hun eigen huizen in elkaar te zetten, waardoor je veel kostefficiënter kan werken, maar waarmee je echt al gemeenschapsgezin vanaf het begin van het project geeft. Bovendien kan je als die gezinnen, als er gezinsherenigingen zijn, maar ditzelfde zou je ook in de studentenwoning kunnen doen, kunnen mensen aanbouwen, kunnen mensen bijbouwen, kunnen mensen krimpen, kunnen mensen verplaatsen. Je kan bij wijze van spreken, als je kinderen op kamers gaat, gewoon de kamer meegeven. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik wilde vertellen. Veel dank. Misschien applaus voor David. Nou wil ik even... Ja.
Ja, het klinkt fantastisch. Het klinkt echt fantastisch. Ik zag op de website dat dit al, dit Just in Case bestaat al sinds 2000. Hoe lang? Ja, het jaar 5-6. 5-6? Ja. Ja, en het is, de architectuur is ingewikkeld om dingen te realiseren. Het wordt nu gerealiseerd. Ik wil even aan de architecten hier vragen. Waarom, dit klinkt zo logisch. Wat zijn nou de bezwaren hier tegen? Waarom wordt het niet, is dit niet heel snel opgepikt? Nou, dat vraag ik me ook af. Oh. Nee, ik vraag me zeker. Ik bedoel, ik denk, we moeten gewoon veel meer in hout bouwen. Absoluut. Ja. Maar er zijn technische beperkingen waar je wel, zeker als je dus gestapeld gaat bouwen. Dus de overspanning bijvoorbeeld, dat vroeg ik me ook af. Hoeveel kun je overspannen? Dat is toch een beperking altijd in hout. Ah. Ik heb hier de expert in de zaal zitten. Expert kan dat. Wat zou je gestapelde gezinswoningen met dit systeem kunnen maken, Remco? Want jij bent de techneut, zeg maar. Je bent architect. Ja, een soort van. Je kan enkellaars 5 meter overspannen. Dus 5 kisten achter elkaar. En dubbellaars moet je iets meer doen met de liggers. Kan je tot 1 meter of 3. En 1 meter uitkragen. Arnoud, als jij dit hoort, ga je dan niet meteen dit doen? Ja, dit is fantastisch voor laagbouw. Als je wil stapelen, dan heb je altijd het gedonder met brand en geluid. Maar daar is ook al een oplossing voor. Een groot betonnen casco waar je dit in kan schuiven. Dus dan kun je een betoncasco maken waarin 3 lagen van dit hout kunnen. Volgens mij moeten we het maar eens gaan proberen. Als jij de kwekerijen dit gaat, dan haal je die 5% wel weer naar beneden. Ik ga even opstuderen. Dat is een baby. Ja. Kom niet aan zijn baby. Het is een idee. Dus het is maar het gaat langzaam in die bouw- en architectuurwereld voordat dit soort dingen worden opgepikt. Hè? Dat dit soort dingen worden opgeschaald. Want je hebt nu eigenlijk 1 man van 70 en nog een aantal. We zijn bezig. Maar waar het ook mee te maken heeft, we hebben natuurlijk met heel veel corporaties ook gesproken. Rekenmodellen moeten ook gaan veranderen. Want wat je hier doet, is dat je bouwt het niet 1 keer en schrijft het af, maar je kan het hergebruiken. Dus er zijn een heleboel factoren waardoor het niet kan. Maar omdat het systeem werkt, weten we zeker dat het uiteindelijk. Uiteindelijk wel schiet gaat komen. Die prop door dat kanaal. Want Joep, als je dit ziet, is dat ook iets voor jullie om op deze manier starter Riekerhaven en dat soort dingen te bouwen? Nou, vooral als je kijkt naar hoe je het kan opschalen en weer naar beneden kan schalen. De tijdelijkheid. Ja, ja, dus als we dan op een gegeven moment minder mensen krijgen die in dit soort woningen willen, in die kleine woningen willen wonen. En of ze worden ouder of ze krijgen kinderen. Of ze krijgen kinderen. We kunnen mooi opschalen. Ja. Oké, kunnen we mooi opschalen. Jij gaat aan de bar straks enorm out of the box biertjes drinken en kaartjes uitwisselen. David, ontzettend bedankt. Applausje voor David. En dan ga ik nog even heel snel met Petra en met jullie ook. Even een soort van, het is moeilijk, het waren 7 hele verschillende verhalen. Ouderen, jongeren, menging, ontwikkelaars tot innovators tot architecten. Je hebt ze ook allemaal gehoord, Petra. Ga heel even zitten, wij mogen heel even zitten. Daarna gaan we echt aan het bier, aan de bar. Maar ik zat even te denken, even Petra, jij, wat is jouw indruk? Heb jij even hele vernieuwende dingen gehoord? Of zijn er dingen waarvan ik, nou, dit is al een keer gedaan? Nee, ik heb zeker heel veel vernieuwende dingen gehoord. Dus ik vond het heel spannend en super interessant. Heel veel interessante denkwijzen en oplossingen gezien. Slim ook vooral. Slim, hè? En als je nou kijkt naar... Ik zat even naar Tuinstad en naar Corbusier en naar Jane Jacobs te kijken. Zo'n Tuinstad-idee, is dat ook niet iets voor die starters? Hè? Dat je die ideologie op starters en... misschien is dat een beetje... Dat probeer linken te leggen tussen wat er in de historie. Zie je dat voor je? Het deed mij heel erg denken aan zo'n Tuinstad. Ook de manier waarop het is opgezet. Ja, nou, dan moet ik toch een beetje je in teleurstellen. Ik denk dat het idee van de tuinstad is natuurlijk super groot geworden. Ja. Heel Nederland staat ook voor met tuindorp. Het is natuurlijk een hele internationale beweging eigenlijk geworden. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk in heel veel gevallen een vormconcept. Hè? En zelfs zo'n communitaire manier van leven, zo'n gemeenschapshuis waar Howard en zijn vrouw zelf woonden. Hè? Ja. Maar, ja, dat is echt een soort kleine groep die echt tot de voorhoede behoort en die op die manier wil leven. Ja. Maar tegelijkertijd, het is vooral mainstream suburb geworden natuurlijk. Ja, ja precies. En dat soort idealisme, zie je dat nou nog terug? Want het is nu wat versnipperder. Of is het nog steeds die grote idealistische stromingen in hoe mensen moeten wonen? Dat is er niet meer, hè?
Nee, dit soort hele grote alomvattende concepten zijn er niet. Het is eigenlijk veel meer, hè, die eerste plaatjes die ik liet zien, dat is eigenlijk zeg maar die hele sterke commercie van bijvoorbeeld de suburb aan de treinlijn of aan de underground, die het in de 20e eeuw bijvoorbeeld op dat punt bijvoorbeeld heeft gewonnen van Howard's fantastische anarchistische ideeën. Ja. En zie jij nou nog iets, want dat bottom-up en top-down, mm-hmm. wat zie jij daar nu van terug? Waar zou jij nog willen zien van jongens, kijk nou naar het verleden en leer daarvan? Ja, dat zat ik me inderdaad wel te bedenken. Dat eigenlijk het meeste wat hier gepresenteerd werd, was natuurlijk toch weer heel erg vernieuwend. Hè? Terwijl bijvoorbeeld bij die ouderenhuisvesting dacht ik, we hebben eerst echt al die bejaardenhuizen gesloopt. En als je ze een beetje had opgeknapt en ook dat gefaseerd wonen van die ik ben dol op die leuke aanleunwoninkjes. Ik dacht inderdaad ook al, daar wil ik later wel wonen. Ja. Het gaat zo grof allemaal. Het is alweer weggedaan en er wordt weer iets nieuws bedacht. Ja. Terwijl met wat aanpassingen had het misschien best kunnen blijven bestaan. En ik denk ook, wat me vooral opviel, en dat is ook denk ik heel erg complex, is dat er natuurlijk heel veel verschillende manieren zijn van wat is nou een gemeenschap? Hè? Ja. En dat is ook heel cultureel bepaald. Dus het collectief is in bijvoorbeeld een stad als Parijs super belangrijk. Maar dat is vooral dat iedereen het normaal vindt om buiten de deur te eten. Ja. Terwijl in Denemarken het collectief, daar hebben ze ook allemaal van die bouwblokken à la Berlage. Maar die zijn allemaal semi-publiek. En daar is een enorme vertrouwdheid om dingen in het blok te organiseren. Dus wat ik wel een beetje miste zeg maar in alle enthousiasme en fantastische verhalen was het besef van in wat voor cultuur je eigenlijk dit ontwikkelt. Hè. Is er echt is er draagvlak voor? Die socialisten die waren altijd natuurlijk heel erg à la Howard. Die wilden ook gemeenschappelijke voorzieningen voor al die arbeiders en zo. Gemeenschappelijke keukens en wasruimtes. En die mensen die wilden dat gewoon niet. Nee, ik vraag me ook af, en dat is ook natuurlijk een beetje wat ik wel eens een Rotterdamse projectontwikkelaar heb horen zeggen, dat delen, dat is al lang weer passé. Mensen moeten weer eigenaar worden van dingen. Eigenaar worden van, geef de jongens van Rotterdam gewoon hun eigen koffieding en dan gaan ze het regelen. Maar dat delen, dat gaat niet werken, want maar misschien zijn het Rotterdammers hoor, die zorgen misschien niet goed voor hen. Maar is dat, denk je dat het ook een golf is waar we nu enorm op, en in één keer stort dat weer in en dan zitten we met al die gemeenschappelijke deelfuncties? Nou, ik denk dat je inderdaad wel je ontwerpen moeten zeg maar niet zo specifiek zijn dat daar dat die mogelijkheid er niet is. Dus het leek me bijvoorbeeld een voorbeeld op dat Zeeburger eiland. Dat was inderdaad al heel sterk ingevuld tot aan de man die de croissants moet gaan leveren in de ochtend. Ik weet het niet of het gaat werken, maar misschien wel. Dat is nou wel een typische manier van denken. Het lijkt me heel verstandig dat daar letterlijk is ingebouwd dat als dat niet werkt. Dat hebben ze ingebouwd, ja. Dus eigenlijk flexibiliteit, wat we hebben gehoord van David en ook Arnoud. En die duurzaamheid. Volgens mij hebben de innovaties op duurzaamheidsgebied ook heel veel voor die woonconcepten te bieden. Dat je heel de tijd kan wisselen. Dus die flexibiliteit en dat het modulair is en die gemeente, dat je elkaar tegenkomt. Dat het sociaal is en gemeenschappelijk en gemengd. Nou ja, jongens, dat is gewoon Amsterdam. Laten we drinken op Amsterdam. Petra, ontzettend bedankt voor jouw komst. En tenzij je nog iets enorm. Nee, hè? Dit was ontzettend interessant. We zijn allemaal door 7 mensen alle kanten opgevlogen. Zijn er nog mensen die nog een briljante opmerking willen maken? Of een hele domme opmerking? Mag ook. Geeft helemaal niks. Die zijn helemaal Murf. Nee, je bent niet Murf, hè? Jij gaat een hele slimme opmerking maken. Wat mij verbaast in het circulaire verhaal, waar we het net over hadden, had het over 1000 euro per vierkante, maar we schrijven niet meer af. We schrijven op, zegt Thomas Rauw. Oh, Thomas Rauw. Ja, maar dat is... Die ken je, Thomas Rauw. Ja, natuurlijk kennen we Thomas Rauw. Natuurlijk kennen we Thomas Rauw. Nee, maar we schrijven ook niet meer af. Maar er moet op een gegeven moment wel een eerste investering komen. En dat is waar je... Dus je moet het eerst bouwen. Vervolgens moet je, en dat is net waar ik het over had, de rekenmodellen daarop toepassen. Dus je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk en het materialenpaspoort zit er ook in. Die meneer nog een vraag uit de mooie oude woonschuit. U begon en u... Ja. Ik vind jullie plaatje misleidend. Deze mooie... Ja, dat vind ik. En daarom, ik ben hierheen gegaan misschien nog iets meer met de verwachting van wat gebeurt er met plekken die niet in eerste instantie voor wonen bestemd zijn. Zoals een klusflat in de Bijlmermeer of zo. Zijn er veel meer plaatsen te bedenken waarin gewoond zou kunnen worden, waar nu niet gewoond wordt.
op een oud KPN-terrein met een atoombunker erom. Die atoombunker die vond ik, die is me zeer bijgebleven. Heel derde, ja, daar zullen dan. Ja, als je verder leest, zag je inderdaad dat het ook dat dit de avond zou worden. Maar in ieder geval, u had heel graag van dit soort gekke dingen gezien. Mijn nieuwsgierigheid die bleef wel. Maar nee, maar gewoon, dat gaat. Nou ja, ik heb het gezegd. Dat... Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja, het is misleidend, maar u bent wel gekomen daardoor. En u heeft wel wat meer. Ja, nee. Ondanks. Ook. Nee, maar dat doen we af en toe, programmamakers. Doen we af en toe gewoon mensen op verkeerde benen. En dan zijn ze en denken, oh, dat was best interessant. Laten we dat vooral samen gaan vieren aan de bar beneden. En laten we vooral ook zelf, hè, dus met dat soort systemen, ook zelf woonconcepten gaan maken. Hè. Dat, laten we, en samen met alle adviseurs en ontwerpers en historici die hier zijn geweest. Dank u wel. Applaus voor jezelf en voor alle gasten. En tot snel. Oh ja, leuke. Schrijf dat even allemaal op. Urban Books, ik heb geen idee waar het over gaat. Sorry hoor, City of Permanent Temporality. Oh ja, heel leuk. Groenbouw en hoog en droog, klimaatadaptief bouwen, dat is ook een hele interessante. Dus kom vooral weer en pay as you like, hè, niet vergeten. Van je hou als ik zeg dat ik om je geef.